Ik vind space en vrijheid van de belangrijkste elementen voor een goede relatie voor mij. En het moment dat een man ik me kan me. claimen wil ik wegrennen. Zietom. En heel snel. Je moet eens voor de grap googelen wat is liefde. Niet alleen ga je duizelig worden van de eindeloze omschrijvingen. Je gaat er ook achter komen dat Google het ook niet weet. Maar... We hebben Gilly's Loveline, waar wij in elke aflevering proberen een realistisch beeld te schetsen over de liefde. De basisingrediënten daarvoor zijn onder andere openheid, eerlijkheid en nieuwsgierigheid. En die nieuwsgierigheid heeft mij geleid naar deze zeldzame vrouw, en ik noem haar zeldzaam, want dat is letterlijk wat haar naam betekent. Nadira. Welkom in Gilly's Loveline. Dankjewel Gilly. Hoe doe je zo alsof je dat niet wist? Ik vind het geweldig dat je het hebt opgezocht. Je, nee, ik vind het een mooie naam. Ik denk, I want to know more. En dat begint met je naam. Ja, en dat is liefde. Liefde toch? Liefde ook inderdaad, ja? Nee, het feit dat. Oh, dat je hebt is opgezocht, liefde. Waarom? Nee, van liefde. maar er stond ook tussen, inderdaad, uh, wat was het nou? Het jo? is eerder het hoogtepunt. En dat kan ook. <laughs> zijn piep, 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 piep. Rustig. <laughs> Zijn net begonnen. Nee hoor. Nee, leuk dat je er bent Nadira. Leuk dat je er bent. Ja. Zeldzame vrouw die hoogtepunten bereikt in haar carrière. Want, look, ik ken je niet. Dus als ik het vlak hou, dan zeg ik, businesswoman. Die van reizen houdt. Influencer. Gewoon hou niet van het woord, maar ja, zo noemen ze het wel. Maar als ik die Ingi in me ga inzetten. Als ik die Ingi in me inzet... dan schat ik in, moet ik zeggen... Uh, passionele vrouw. Passioneler dan uh, de mensen die er niet toe doen. Passioneler dan dat zij weten. Waarschijnlijk een beetje een extroverte introvert. Heel goed gezien. Uh, is die Ingi. Uh, <laughs> Een spiritual being. Dat zijn we allemaal, maar eentje die er bewust van is. Definitely. Yeah. En uh, deze vrouw is niet bang om avontuur aan te gaan op alle vlakken. Zeker. Dat heb je goed gedaan? Zat ik een beetje dichtbij? Credits voor de Ingi. Credits, ja. Dit yeah. zijn niet Credits voor mij. Credits voor de Ingi. <laughs> ja, zeker. Hij zegt hippiepiep. Hé, <laughs> hey, maar doop. Misschien is het uh, 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 Wacht even. Want je hebt hoe mensen jou zien. Ja. Yeah. Uh, hoe zie jij jezelf? Dat is een hele, hele goede vraag. Um, ik zie mezelf gewoon als mezelf. Dat is een lastig antwoord. Nu moet ik het weer gaan invullen. Ja, maar het is te complex. Het is moeilijk, het is hè, maar is, is moeilijk en, om en, over jezelf ja, te ik, zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat, we hier, dat, dat er niet genoeg <laughs> tijd in de wereld is... als ik daarmee moet beginnen en ik wil het je besparen. As in, ik ben heel blij met mezelf. En ik... ik, ik ik ga ervan uit dat ik ook hier ben om ook echt waarde te leveren en iets moois achter te laten. En dat zal voor zichzelf spreken. En dan hoef ik dat niet in te vullen, denk ik. I like it. I like it. Ik ben blij met mezelf. Heel belangrijk. Met mezelf ja. heel, heel belangrijk. Heel uh, belangrijk. Uh, is het altijd zo geweest? Nee, <laughs> helemaal niet. Kijk, en, en daar zit het hem in, min, hè? Het is echt vrij recent zelfs. Oh, wauw. Ja. Ja. Ik denk dat zelfs dat ik het een beetje aan COVID te danken heb. Die rust die er opeens kwam, want ik was constant bezig. Rennen, rennen, rennen. Constant project na project en reizen en, en Instagram. En we weten allemaal dat social media alles is behalve wie je echt bent. Ja. Dus ik heb mezelf daar ook echt in verloren. En dat wist ik niet eens op dat moment. Pas ah, later wat eerlijk. kijk je terug en dan denk je: you, you, waar you was, was ik eigenlijk mee bezig? Was je bezig met het beeld van Nadira dan met ja. Nadira? Ja. En nu ben je meer bezig met Nadira zijn? Ja. Wat oh waardoor je nu kan zeggen van... Ja. Ik ben te blij met mezelf, zei je Ik ben blij. Ja. Oh, dat is mooi als je en, daar komt. Ja ik, ben ja. Gewoon, ja, ik ben blij, ik ben dankbaar. En ik zei net al, influencer, en jij zei... Oh, maar je bent er toch. <laughs> uh, sterker ja. nog, ik heb ergens gelezen, uh, een van de uh, grootste Hindoestaanse uh, influencers las ik ergens. Ja, ik dacht, yo. dat zeggen ze, ik weet niet of het klopt, maar... Ja. maar je valt er in ieder geval op. Uh, uh, zodanig dat je ooit dus een druk hebt gevoeld om een soort image op te zetten, maar gelukkig ben je nu. Bij de echte versie van jezelf. Ja, dankjewel. Welkom. Dankjewel. Want dat is ook degene die ik heb uitgenodigd. En jij zei dat, tenminste, dat ik, niet ik, die Ingi in mij, best wel een goede omschrijving mankte van jou. Ja, en dat kan je niet, dat wat je bijvoorbeeld beschrijft, bijvoorbeeld alleen al het woord spiritual being, dat kan je niet echt uiten via een middel als social media. Maar ben. dat is omdat ik het ook ben. Exactly. You dus, recognize you're it. You're my kind, dus, zeg maar. Yeah. Mm -hmm. yeah. Interessant, daar komen we zo meteen op terug, denk ik. Of er komt sowieso, ja, uh, gaat dat uh, vaker voorkomen, denk ik, uh, in dit gesprek. Want ik vind het heel belangrijk, uh, spiritualiteit. Uh, maar zo so goed. Uh, als je iemands liefdesstatus wil weten, uh, een, een goede manier uh, om erachter te komen is uh, om te gaan dieken in haar of zijn social media. Oh. Heb ik gedaan. Ja. Heeft niets opgeleverd. Ja, dus de ook. beste manier <laughs> is om streden op te ja. vragen. <laughs> Nadira, wat is jouw liefdesstatus op dit moment? Ja, oké. Okay. Moet ik het definiëren volgens de. Volgens Nadira. Ja, ik ben gewoon hartstikke blij in het leven. En ja, ik heb op dit moment geen partner. Zoals ze dat zeggen. Um, maar ja, het leven is goed. Life is goed. Oké. Okay. Goede status. Ja. Uh, ja ik, dat woord single is zo zielig, vind ik. Ja, vind, nee, toch? Ja, ja, ik, ja echt? wel vind je Ja, ik weet niet. Het geeft gewoon single. Single. As in alleen, Enkel. As alleen. As in, dan denk ik, ja, maar zo voel ik me helemaal niet. Dus, Oké, okay, maar dat is een dat is, ja. dat is, dat is, wat, lading wat jij voelt bij uh, dat woord dus. Ja, nee, het is gewoon de vertaling van het woord. En als je dan ja. daar moet... Moet, uh... Yo, het is nooit een goed plan om Engelse woorden te vertalen naar Nederlands. Want het is nooit, zijn minst nooit hip. Het is wel tricky. Yeah. <laughs> ja, dat is wel tricky. Kom je yeah. erachter van... Hmm. <laughs> nee, maar oké. Okay. Uh, wat is de single in het Nederlands dan? Um, Vrijgezel. 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 Ja, vrijgezellig is wel, wel een leuk woord. Het klinkt wel beter als single. Ja, als ik kijk naar waarom dat woordje stort. Ja. Want ik kan gewoon <laughs> zeggen, weet je wat, vrijgezellig. Vrijgezellig, Misschien je die I gebruiken. love that. Ja, je bent vrijgezellig. vrijgezellig. Ja. Want dat is ook wat je omschreef hè? Ik ja. ben blij. Ja. Ja, okay. Ik heb het idee dat dat het thema is in deze fase van je leven. Je bent blij. Ja, nou ja, omdat het ook even heeft geduurd om dat te vinden. Dus dan mm -hmm. is dat ook wel fijn om het eindelijk gevonden te hebben en het te voelen. En, en daarom ligt de nadruk daarop. Ja, ja, ja. Fijn is om in deze state te zijn. Oké, okay. ja. mooi, mooi, mooi. Um, wel, ho hoe lang is het geleden uh, dat je dan niet alleen was? Uh, even kijken, we zijn in januari, dat is anderhalf jaar geleden. Anderhalf jaar geleden. Ja. Oké, okay, ik, uh, ik vraag me dan uh, uh, af, en hoe lang ging je met uh, die persoon? Bijna uh, negen maanden, tien maanden. Tien maanden? Ja. Ah, jeentory. Ja. Dat Toch? Of is, uh, misschien, misschien mag ik dat niet zeggen, want ik weet niet uh, hoe intens het wel of niet was. Ja, nee. Het eerlijk gezegd... Het is niet de juiste manier zijn om dat te kunnen meten, um, maar... Het is inderdaad niet iets waar je echt niet overheen komt ofzo. Nee, want waarom ik zeg, Chintori, ik, ik, ik was een beetje aan het aanvoelen hoe jij je antwoord geeft. Yeah. En dan leek het voor mij van, oh, het heeft wel echt een effect op de gehad, de vorige. <laughs> Nou, dat klopt ook, omdat het meer in mij heeft, naar boven heeft gebracht dan de relatie zelf. Dus op een gegeven moment, toen de relatie eindigde, was ik gedwongen om naar mezelf te kijken. Ja. De dingen die ik daarna van mezelf heb ontdekt, ga ik echt terug naar mijn jeugd. Mm -hmm, mm -hmm. En het was zo heavy. Ja. En ik heb dat echt moeten verwerken. Dus daar, daar heb je gewoon groot gelijk in. Dat voel je perfect aan. Maar het ging niet om die relatie. Nee, 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 nee. Het is mooi wat je zegt. Van, en zeg check. Maar. En uh, ja. hoe erg. Uh, ik weet dat niet, maar hoe, hoe, hoeveel teleurstelling je hebt gehad, hoeveel mooie momenten, al die dingen. Dat is denk ik dan waar die relatie voor diende, die tien maanden. Exactly, yeah. Dat je jezelf kon ik tegenkomen en eerlijk naar jezelf een, kon kijken. Als een, als een, ja, een gift of een, of een cadeautje. Inmiddels? Nou ja, of? alles. Ik, en Zo probeer ik ook echt naar het leven te kijken. Ik probeer ja. elk obstakel als een cadeautje te zien, want het betekent dat ik moet groeien en dat ik iets moet overwinnen. En mm -hmm. dat. Resulteert ook weer meer in zelfrespect. Want je weet gewoon dat je het geflikt hebt. Je weet waar je vandaan komt. Je mm. weet wat je overkomt. En hoe meer zelfrespect, hoe meer zelflove. So, dus vanuit die gedachtegang, zeg maar, nee. uh, bekijk ik alles als een cadeautje. En die relatie, zeker. Ja. Ben ik heel dankbaar voor. Yeah. Mijn wens is, ik heb het vaker gezegd, Gillies Love Line: dat is een wens. Ik wens altijd. Uh, 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 een moment die ik met de vrouw heb gehad, of het nou jaren is, een maand of een week, of ja. een one-night stand. Ja. Ik hoop dat, uh, hoe dan ook, misschien niet op het moment zelf, maar achteraf dat je daarna terug kan kijken met de glimlach. Maar dat is ik aan jou, en hè? die vrouw. Maar dat is aan de personen zelf. Want aan die personen zelf voor... inderdaad. Want je hebt met twee personen te maken. Voor mij geldt dat wel. Ik probeer Juist. altijd dankbaar. Want ik zie ook een winst Juist. in elke situatie. Juist, ja. Uh, uh, dus dat je hebt mooi. met persoonlijk en emoties, andere emoties te maken. Maar dat is mijn doel in ieder geval. Om uit elk moment ja. te halen. Laat staan uh, 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 een moment met een vrouw. Ja. Dat is mooi. Ja, tuurlijk. Ik vroeg aan jou uh, van oké, okay, hoe lang is dat voorbij? En hoe lang zat je in een relatie? Omdat ik me dan afvraag... Mm, of jij nog kan herinneren mm, hoe het was om intens verliefd te zijn? Of wacht, nee, dat is te zwaar. Dat is Oeh. te zwaar. Wacht, wacht, wacht. Ja. Dat, dat is te zwaar. We gaan, hem, <laughs> we gaan een level lager. Weet je nog hoe het aanvoelt om vlinders in je buik te hebben, even los van dit moment vandaag? Weet je nog hoe dat voelt? Uh... Ja, weet ik nog. Maar het is, ja, ja. Nou, wat is het? Uh, ik ben meer benieuwd voren. naar die. Mm, ja, mm, nee, laten is? We horen. ja, ik weet hoe het voelt. Kom maar met je <laughs> volgende vraag. Nou, Ik wil daar blijven hangen eigenlijk. Maar <laughs> is goed, I got you. We gaan verder. Maar je kan het herinneren. Ja. <laughs> oké. Okay. Nee, want ik ben dan benieuwd. Uh, je hebt eigenlijk al een kijkje gegeven uh, hoe je bent uh, als uh, Nadira die niet verliefd is. Ik, ik ga even een spiegel voor je houden moeite om uh, het woord single uit haar strot te krijgen. <laughs> uh, wil er andere daar <laughs> aan geven. Ik heb uitgelegd waarom. dat. Je, je hebt wel uitgelegd waarom. Vrij gezellig. Vrij <laughs> vrij gezellig? Hey, like ik heb that. je daarbij geholpen. I love that. Yeah. <laughs> uh, ik ben ook vrij gezellig. Dus we zijn vrij gezellige mensen hier aan tafel. Leuk. Is It's het... a party. Is het Nu al toch? Ja. Yeah. <laughs> en uh, yeah. uh, mm, ik heb dus al gezien hoe jij bent uh, de niet-verliefde uh, Nadira. En hoe jij daar, daarmee omgaat. Hoe je dat verwerkt voor jezelf. Het mooie is dat je zegt, ik ben blij met mezelf. Daar ben jij nu. Ja. Dus niet verliefde Nadira is blij met zichzelf. Want het kan ook zomaar zo zijn dat je verliefd bent en niet blij met jezelf. Oh, oh, door de verkeerde persoon of door de verkeerde relatie of omdat het niet match. Ja. Uh, maar ik ben wel benieuwd hoe dan verliefde Nadira is. En daarom ga ik je een paar vragen stellen. Uh -huh. Kort. Ja? Okay. Dus dan vroeg ik, kan je herinneren hoe het is om verliefd te zijn? Ja, uh, ik zei intens verliefd, maar ik ga die even pauzeren Ja, dan. No. We gaan naar vlinders in je buik. Ja. Um, vlinders in je ja. buik, ja. Uh, jij vangt eindelijk je crush. Ja? Die je al zo lang leuk vond, die niet echt bereikbaar was. Maar je hebt hem eindelijk. Ja. Je hebt hem binnen. Jouw crush houdt van de liefde bedrijven met muziek. Welk nummer draai jij? Oh jee. Um. Je mag erover nadenken. Oh. Ik vind het altijd moeilijk. Wacht even, tussendoor. Heb jij zelf wat met de liefdebedrijven op muziek? Heb jij iets daarmee? Of moet het? Stil zijn en laten we naar ons eigen muziek luisteren. Nee, niks moet. Het is in het moment. En als er muziek is, is er muziek. En soms doe je bewust een playlist op. En als het er niet is, is het ook goed. Het is ja. Oké, okay, gaan we ja. terug naar het antwoord. Je crush is er eindelijk. Dus okay. jij hebt ooit een playlist gemaakt. Oké, okay, maar dat... wel, welk <laughs> muziekje draai je af? <laughs> No judgement, dat kan van alles Eén nummer, één nummer wat ik echt mooi vind um, is Dance Like We're Making Love. Van, um, hoe heet ze? Prachtige uh, dame. Dance Like We're Making Love. Sierra. Oh, Sierra. Oh, yeah. dat nummer. Ja, dat vind ik een mooi nummer. Ja, 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 ja. ja, ja. Eens. Met ook een mooie betekenis. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Leuk. Als er geen uh, rechte issues waren, zou ik hem nu afdraaien. Ja, ik, ik dacht even dat je dat ging nee, doen. Nee nee nee. Nee. nee, nee, nee. Ik wil niet geflag worden door YouTube. Nee, precies. Oké, okay, je crush is een foodie. Oké. Okay. Waar breng je hem om te eten of wat kook je voor hem? Uh, ik heb zelf geen specialiteit. Ik ben geen keukenprinses, maar ik kan wel goed koken. Dus eigenlijk durf ik te zeggen, alles wat ik maak met liefde is lekker dus dan zou ik hem vragen wat, waar hij trek in heeft. No, je mag niet vragen, je moet verrassen. Ik moet verrassen, nee. Dat... Hij is een foodie oh. en hij is een luister. Hij eet hij alles? Ik, ik dus kan dan het... maak ik gewoon? Juist, ja, wat... dus wat maak je? Ja, wat maak ik? Ik kan een lekkere pom maken, ik kan een lekkere vegetarische Thaise soep dus maken. Dus je gaat pom maken, kan, dat is het eerste wat maken. je zei. Dit is je cross, ja. je bent verliefd, je wil indruk maken. Je gaat hem verrassen. Je gaat een pomvorm voor hem maken. Maar kip is ook heerlijk. Ja, heel simpel. Jij zit simpel nu te denken aan. Uh, kan ook echt lekker oh, zijn. Oh, simpel eten is heel is lekker. Het is live, ja. ja. Dat dus, is heel dus lekker. Dus ja, eigenlijk, ik zou. Je gaan de kasseriepokkip vond... met pom daarnaast. Ja. Groente, wat voor groente? Ja, in Suriname. Ja. Kouseban, klaar. Dat past er best, het beste bij. Ja. Mm -hmm. Of dat uh, spersieboontjes hier. zie no, je je poren en bakken. Maar je dat bent was... toch. <laughs> ze hebben niet <in> dus laten, <laughs> ze, <hebben> <laughs> ze <laughs> Nee, maar hier <laughs> heb je. No, nee, nee, nee. <laughs> dat hangt er You uit. was on a roll. En toen kwam je met spersiebonen. <laughs> nee, zo goed. Is, jou, is, is jouw gerecht. Zomaar bemoei ik. Ja, zomaar, man. <laughs> pom. Spersiebonen. I guess. Ja. Ik zou uit beleefdheid zeggen. Dank, dankjewel, uh, Nadira. Nee, hoor. is een pure toe. Hé, dat is een uitspraak, hè. Ik weet lekker pom te maken. Nou, ik, ik heb recent voor het eerst pom gemaakt en het was zo lekker. Oh, je al, bent al zeg ik het zelf. Uh, beginneling en toch claim je die titel al. Het was zo lekker dat ik zelf verrast was. Oké. Okay. Ja, al zeg ik het zelf. Pom is mijn ding. Is ja, ons, ons is? gezin ding en ook de mijne. Ik ja. maak zo goed pom. Weet je hoe ze me noemen? Ja, no? Pompololi. Hey. <laughs> We gaan verder. <laughs> die was wel heel goed, <laughs> je crush. Is dol op een goede film. Oh, Welke film ga jij met hem kijken? <laughs> ik kan niet, Ik kan het, het lijkt net of je ergens naar terug gaat in je hoofd. <laughs> nee, omdat as, als je me vraagt wat is je favoriete film is. Ja. En dat is wat je vraagt. Dat is helemaal niet wat ik vraag. Oh, ja. Ja, ja, ongeveer, ja. <laughs> ongeveer wel. Wat vind jij leuk? Ja, oké, okay. mijn favoriete film is volgens mij, als het goed is, nog steeds. Lord of the Rings. Lord of the Rings. Lekker romantisch ook. <laughs> nee, maar het is een pier beautiful thing. Beautiful maar dat thing. bedoel ik. I'm en weird like that. En al die duizend that. delen ook. I am weird like that. Yeah. And I love it. En al die duizend uh, delen ook yeah. gewoon. Nou, uh, Lange relatie sowieso. Je? That's how you keep them. Oké, okay, ja. Oh, dat is jouw trucje. Hé, hey, we gaan Lord of the Rings kijken <laughs> totdat het af is. Dat duurt het op zijn minst tien maanden. <laughs> <laughs> Tada, zie je, ik heb je door. Dat <laughs> was het ook, ja. Nou, oké. Okay. Misschien word je van deze wel enthousiast. Uh, jouw crush houdt van reizen. Waar ja. breng je hem oh naartoe? Oh. Mm. Ik heb zoveel mooie, romantische plekken gezien. Dat is gewoon echt... Eén heb ik er van je nodig. Mm. Waar breng je hem naartoe? Een crush? Ik wil indruk op je maken. Of, of ik gun jou dit mooiheid die ik heb gezien, ik ga jou hier naartoe brengen. Le Como. In Juist. Italië is een van de laatste plekken die ik heb gezien waar ik echt dacht... Je was onder de indruk? Wat ja. is zo mooi aan Le Como? Alles. Oké. Okay. Ja, ja dus het, je, je kan ook naar verschillende stadjes rondom de leek. En elk stadje is anders en prachtig. En het water en de kleur van het water verandert met de, de tijd van de dag. En zelfs onweer daar is prachtig. En het is tussen de bergen, een leek met allemaal grote bergen eromheen. En... Oh, je brengt het wel, je omschrijft het wel goed. Dat klinkt It's ook amazing. echt heel mooi, inderdaad. Het is echt amazing. Dat ja, maar het is een van de zoveel prachtige plekken op deze wereld. Ja, ik vroeg je dus één heb, plek. Ik heb maar gewoon even de ik laatste één die in mijn hoofd kwam. Eén plek, de, de, één film. Eén van de meest recente, want ik ben daarvoor nog naar Kroatië geweest, wat ook echt prachtig is. Maar ik heb het als minder romantisch ervaren. Maar ik was met mijn vader en mijn broertjes daar en ik dacht echt. Ja, I oh, dat came, helpt niet. Als ze I came daar komen with toe. the wrong people. Ja ja. Dus oh, dacht, ja, ja, ja. Toen ik daar was, dacht ik, ja. oh, I came with the wrong people. Ah, dus, oké. Okay. Um, ja, 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 ja. ja. Oké, okay. nee, leuk. Hoewel het heel gezellig met ze was, hoor. voordat ze dit ja. zien en denken. Nee, tuurlijk was gezellig. Nee. Maar we hebben het nu over, ja. jij haalt dan die crush voor je. Ja. En dan denk je van, oh, uh, nee, I get it, I get it, totally. Mm. We hadden het een uh, leveltje teruggebracht en ik zei, vlinders in je buik. Uh, maar daarvoor zei ik, wanneer ben je voor het laatst intens verliefd geweest? En toen werd je bijna een beetje broeier zeg maar, in je hoofd. Ik zag het. Ja, omdat ik het ook niet meer weet. Kijk, ik oh. denk, kijk, ik heb niet uh, veel relaties gehad. Mm -hmm. En voor de tien maanden, de relatie van tien maanden, ja. ben ik bijna negen jaar in een relatie geweest met iemand. Moet je maar zin in hebben? Ik was toen, ja, daarvoor, ik was wel verliefd, ja, maar het is zo lang geleden. Mm -hmm. Want de laatste jaren ben je niet meer verliefd. We weten allemaal hoe het gaat, infatuation it goes en liefde neemt over. Oh, als het goed is, ja. Ja, als het goed is. Ja. En het was goed. Hebben we het over die negen jaar uh, die goed was? Negen jaar. Die was goed. Ja, het was goed. Alleen het was niet wat, het, wat ik wilde dat het moest zijn. Dus dan ga je verder. Mm -hmm. maar, um, maar zo makkelijk zeg je het. Negen jaar klinkt alsof het best wel een task is om jezelf te overtuigen. Ik ben aan het voorstellen, I have no idea wat negen jaar relatie is. Uh, vier jaar ken ik wel. Yeah. Maar negen jaar is zo'n heavy stuff, lijkt me. En dan moet je zelf dus brengen, yeah. want misschien. Uh, je moet me zeggen of ik het uh, goed heb, hoor. Ik ben aan het voorstellen. Dan moet je jezelf eerst overtuigen. Want nee, het is echt zo. Het werkt echt niet meer. Ik neem aan ja. dat je wilt proberen, proberen, proberen. Hoe lang ever dat duurt. Maanden, jaren. Jaren. En dan kom je waarschijnlijk tot het punt dat je zegt van... Normaal. Het, ja. het als ik van mezelf hou, zomaar ben ik het voor je aan het invullen. Hoe, 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 hoe is dat voor jou gekomen dan? Laten we dan hebben... Ik hoef niet in retoriek te weten, maar... Hoe ben je tot dat punt gekomen? Dat je voor jezelf koos, is dat hem? Ja, het is eigenlijk, het was ook samen. Die beslissing hebben we samen kunnen nemen. Oké. Okay. En uh, ik ben ook echt heel dankbaar voor hoe dat gegaan is. Um, eigenlijk was ik al, ik denk zeker vier jaar niet happy meer. Maar er is wel liefde en er Juist, is gewenning. Ja. En er is, ja, je bent zo aan elkaar gehecht en, en op elkaar afgestemd. En wij waren dan ook echt. Een koppel die echt alles samen deed. dus samen sporten en mm -hmm. samen eten en samen um, werken. Want we werken nog steeds samen, trouwens. Oké. Okay. Hij is nog steeds mijn businesspartner, ook al zijn we oudere. Interessante detail. Jaar, vier jaar in elk, uit elkaar, ja. Interessante detail voor de, de volgende. Ja. Maar we ja, ja, gaan. Ik kan verder. me voorstellen dat je ja. dat interessant. Ja. Vindt. Maar, maar inderdaad. En. Um, het heeft heel lang geduurd voordat je eerst uh, toegeeft aan jezelf dat je ongelukkig mm -hmm. bent. En, want heel vaak ja, praat je het goed en stop je het weg. En ja. probeer je te genieten van de momenten die wel leuk zijn. En die ja. waren er ook genoeg hoor, daar niet van. Ja. Maar op een gegeven moment ben je gewoon meer beste vrienden dan wat anders. En ja wanneer je dat uiteindelijk realiseert, dan denk je ook bij jezelf. Maar hoe weet ik dat? beter is en hoe weet ik want ik weet wat ik aan deze persoon heb en deze persoon is geweldig en zoveel uh, of voor zoveel redenen is deze persoon bijzonder en mm -hmm. geweldig en maar toch voel ik het niet en ja. hoe moet ik het was echt de eerste het is ook echt de eerste echte volwassen relatie die ik heb gehad ik was 19 toen ik hem leerde kennen mm -hmm. en daarvoor heb ik in Suriname gewoond tot mijn 18e waar mijn ouders me heel beschermd hebben opgevoed ja. dus veel um, vergelijkingsmateriaal, laten we het even zo noemen. En ervaring had ik niet, mm -hmm. totdat ik op een gegeven moment met mijn moeder een gesprek had en ik vertelde haar hoe ik me voelde. En toen zei ze: maar Nadira, je bent veel te jong. Ik was 28 toen. Je ja. bent veel te jong om te settelen. Jij kan nog alles met je leven. Je bent. Mm -hmm. Dus toen zei ze tegen me: als dit het niet is, laat het gaan. En ze weet hoe, hoe, hoe goed hij is. Dus ja. het was niet van hij is slecht. Gewoon niet dus gelukkig. Ga. je maar, gewoon maar niet gelukkig. Maar als je niet gelukkig bent, ja. dan hoef je niet te settelen. Ja. En toen ging er een wereld voor me open. Want eerst is het alleen intern, dat, mm -hmm. dat, dat gesprek wat je hebt. En je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Dus je denkt, laat maar, ik blijf. En, um, maar op een gegeven moment toen ze dat zei, toen ben ik wel gaan nadenken. En toen dacht ik, hoe eerlijk is het nog eigenlijk? Mm -hmm. Niet eerlijk tegenover mezelf, maar ook niet eerlijk tegenover hem. Juist. En toen hebben we het bespreekbaar gemaakt. En toen kwam ik erachter dat hij zich exact hetzelfde oh. voelde. Okay. En, en dat is ook aan ons beiden te weten. Want op een gegeven moment zijn we ook echt gestopt met proberen. Weet je, je bent zo gewend en we waren zo hard aan het werken om onze zaak op te bouwen. Wat eigenlijk al onze energie kostte. waardoor we het al het andere een beetje hebben laten liggen. Zo van het is goed. En het en maar We weten allemaal inmiddels dat we aan een relatie moeten werken. Ja. Het gaat niet. Van vanzelf altijd en, um, en dat is dus een, een fout die we beiden gemaakt hebben en dat konden we beiden erkennen en met veel liefde zijn we uit elkaar gegaan en check dit is dus uh, 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 de realiteit van de liefde ja. zo mooi als dat de liefde is dus er is niks fromo gebeurd niks. Uh, uh, geen jukeljukel geen misschien aan het eind omdat irritatie komt omdat jullie ja. beiden dat is logisch maar dan als je al bang bent voor de liefde, dan word je nog banger als je dit hoort. Want dan hoor je ja. van, nou omdat je hoort van, uh, er was dus niets uh, Miss, aan de hand. Ja, ja. Er was niets mis hè, van de gebruikelijke dingen. Dit, dat, noem het maar op. Allemaal vul het maar in. En toch ging het niet. Ja. Uh, en, dan, en dan gaan jullie mooi uit elkaar. Uh, wat vaker gebeurt, maar heel vaak ook niet. Uh, uit elkaar. Hij voelde zich al die tijd ook zo. Jij voelde je ook zo. En dan hoor je dat en dan stop je. Je werd ongelukkig zelf. Hij was dan waarschijnlijk ook ongelukkig. Ja, en, en wat je dan eigenlijk hoort is... Liefde is niet genoeg. Liefde alleen. Klopt. Ja, tuurlijk. En dat is ook een les die ik heb moeten leren. Want als je, als je gewoon nagaat... Kijk, een van de eerste dingen waar ik naar keek vroeger was Disney. De mm -hmm. Disney-films. Mm -hmm. En dan leer je dat dat liefde is. De manier oh, ja. waarop, je weet toch, ja. de, de prins <laughs> ja. verovert de prinses die, die komt haar redden. Want de prinses kan het zelf allemaal niet. Ja. <laughs> weet je? En dan is er liefde, je wordt verliefd en het gaat vanzelf. They live happily ever after. It maar wat blijkt? It way. doesn't work that way. <laughs> exactly. En dat heb jij ondervonden. En dat is dus wat ik bedoel met, uh, als je dat beeld hebt. Uh, en, en dat kunnen volwassen vrouwen, mensen nog hebben hè, over uh, de liefde. Dat tuurlijk. dat het is, dat sprookje. Ja, maar je moet het meemaken. Uh, en daarom zeg ik, dat voorbeeld van voor jou is mooi. Want nogmaals, geen tjoekoetjoek, het ging gewoon niet. En dat is dus de realiteit van de liefde, hoe het ook kan lopen. Ja, en het is echt lastiger. Want het is scientifically proven dat... Dat dus die, die verliefdheid sowieso wegtrekt. Mm -hmm. Die, die mm -hmm. hormonen die het gevoel geven van verliefdheid... die vlindertjes in je buik en alles Juist. wat je voelt, dat trekt weg. En wat overneemt, als het goed is, is inderdaad liefde. Gewoon uh, het er voor elkaar over hebben van elkaar de energie geven, et cetera. Mm -hmm. En tijd, et cetera. Mm -hmm. um, alleen, dan vraag je je dus af van... Moet ik dan niet? Want, want dat is wat alle... Laten we zeggen, de oudere generaties die niet mochten scheiden of het, waar het taboe was om te scheiden, ja. die hebben het wel volgehouden. Ondanks dat zij waarschijnlijk exact hetzelfde hebben ervaren. En misschien was er wel joegujoegu. Dat ja. komt er al, dat, dat ja. weet je niet. Maar laten we zeggen, in het beste Maar, maar geval, uit elkaar gaan is geen de, optie. Ja, snap is je geen wat optie. ik bedoel? Dus als jij dan zo zit en, en denkt: van ja, eigenlijk zouden we ook kunnen doorzetten, want het is ook een keuze wat je kan maken. Wat jij daar zegt, dus als je. Kijk naar vroeger of naar die oude generatie, maar het heeft ook met uh, gemeenschappen te maken, toch? Uh, hoe dat werkt ja, bij, bij jou. Cultuur, uh, uh, cultuur, uh, uh, cultuur, ja, cultuur is wat ja. ik bedoel, inderdaad. Maar ik, wil, ik bedoel dus, zeg in de Hunistaanse gemeenschap ja. uh, komt dat vaak voor wat jij zegt. Maar je kan er ook naar kijken, inderdaad, van als uit elkaar gaan geen optie is. Alsof het niet bestaat daadwerkelijk. Juist. Uh, ik zeg je eerlijk, ik krijg er kriebels van, want het eerste wat ik denk is dan, uh, ja, dan ben je toch dood ongelukkig. Ja. Maar je moet je voorstellen dat die mensen, dat is niet eens een scenario, dat zit niet eens in het verhaal. Dus dat nemen ze niet eens mee. Ik ja. take het voor what it is. Va familie moet in ieder geval uh, harmonie blijven ja. houden, da maakt niet uit wat er gebeurt, et cetera, et cetera. Dus je ja. kan ook zeggen, mm, je, uh, en ik ben het daar niet mee eens, maar ik kan wel begrijpen als iemand dat zegt. We stay. We stay. Punt. Exactly. We gaan niet uit elkaar. Zoals uh, de mensen van vroeger. Ik zeg mensen van vroeger, de volgende generatie, generatie daar, uh, daarvoor, exactly. De generatie daarvoor, uh, dat deden. Gewoon. Dat ja. is gewoon geen optie. Je blijft, hoe dan ook. Ja. Dan ben je miserable. <laughs> maar we gaan niet uit elkaar. Het enge daaraan is natuurlijk uh, dat, want als jij niet gelukkig bent, exactly. dat geef je door, hè? Precies. En dat is. Dat geef dus je door aan de ik, volgende generatie. Dat is dus eigenlijk waarom ik zeker weet dat jouw de kinderen de beslissing, dat. exactly, die jij Um, ik denk dat met de kennis die we nu hebben en ook onze spiritue spirituele groei als mensheid, yeah. denk ik dat we steeds meer realiseren dat het niet gaat om een regel van bij elkaar moeten blijven, maar dat het gewoon puur gaat om geluk. En ja. hoe gelukkig ben ik zelf? En dat gaat ook bepalen wat jij aan een ander kan geven. Als jij zelf depressief bent, doodongelukkig. D er is een heel mooi voorbeeld van een kap. If my cup is empty, mm -hmm. I can't give anything. Snap je? So ja. you need to fill your own cup first. Mm -hmm. Voordat ik jou een slakje kan geven. En uh, het cupvoorbeeld ook nog is dat als de mijne leeg is. Mm -hmm. En omdat je van me houdt en het beste voor mijn mens. Schenk prima, maar schenk niet alles. Anders ben jij ja, leeg. Dan ben ik leeg. Exactly. Ja. Yeah. Dus daarom, daarom heb ik. De, nou ja, niet denk ik. Daarom heb ik zeker een goede beslissing genomen. En uh, ik hoop dat de mensen die dit horen, want niet veel mensen weten dit... Maar ja. de mensen die dit horen, dat ze de, die toevallig misschien in zo'n situatie zitten, dat het wel helpt. Maar check, voordat ik naar het mooie ga van dit verhaal, wil ik nog zeggen: andere kant is natuurlijk. Dat ook wordt, uh, dat je ook kan concluderen met het voorbeeld dat we net namen van uh, de oudere generatie. Uh, Mensen gaan te snel uit elkaar. Bij jou niet. Negen, negen jaar is echt proberen. Dat en, is weer een andere Wat Waarvan wa, 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 ja. vier jaar eigenlijk proberen. To get it right. Ja. Is veel. Ja. Oeh, is veel. Je weet je hoeveel business ja, je kan bouwen in vier twee jaar? jaar. Vooral twee jaar. Vooral de laatste twee, twee jaar. jaar ja. Nee, maar dit weet je hoeveel mensen dit meemaken. Uh, maar je kan ook zeggen, mensen gaan te snel uit elkaar. Maar wat het mooie is aan dit verhaal. Is dat uh, waarschijnlijk is jullie relatie nu beter dan ooit. Ja. In, in de zin van. Uh, want, er is geen uh, ruzie, geen gedoe, geen uh, vijand. Uh, Vijandschap, ja. Vij uh, We gunnen elkaar echt het beste. Geen, We zijn ja. de beste vrienden nog steeds. Oké. Okay. We werken elke dag samen. Zo, dus dat betekent. Nieuwe man komt in je leven. <laughs> ja, dat is ook een dingetje. <laughs> ja? Nieuwe man met Gili-type doet. Dan ga ik even mezelf als voorbeeld nemen. Oh, oké. Okay. Kom maar op. Ja. ben Benieuwd. Nee, cool. Ik ben best wel. Uh, nee, ik moet eerlijk zijn. Zeg ik eerlijk. kom in je leven. Uh, en uh, wie is die doet eigenlijk? Uh, en dan hoor ik het verhaal: negen jaar en bla 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 bla. Ten eerste ga ik je kwalijk nemen. Oh? In, ja, S in de zin van... waarom moet ik je dat vragen? Dat is wel een info die jij, die jij mij moet vertellen. Ik zou het je verteld hebben. Het Toch? een van de eerste dingen Oké, okay, dat ik is vertelde. niet een rare opmerking. Okay. Nee, nee, nee. Het is, Want het je is, kan me bij vrij bokken hier even, in Gielislofland. Het is vaker gebeurd. Kijk, natuurlijk, dit is ons interview. En gesprek. Ons gesprek is gegaan zoals het is gegaan. Yeah. Um, maar... In jouw scenario die jij schetst. En als we elkaar leren kennen en leuk vinden, zou het een van de eerste dingen zijn die ik zou vertellen. Ik had laatst nog die discussie met mijn partner, de persoon waar we het nu over hebben. Omdat hij iemand. Met je ex-partner. Ex die moet nog wennen. I get it. I oh, ik bedoel business partner. Oh, business partner. Sorry, sorry, sorry. Sorry, uh, inderdaad. I get it. Business Belangrijke distinction. Ja, ja, ja. Zie je, ja. hier, zou het al, hier, hier kom ik met allemaal goede bedoelingen en mijn liefde. En jij zegt, nee, mijn partner zeg ik sorry. Oepsie, sorry. <laughs> Zie je, dan gaan business we al. partner. Oké, okay, dus hij is mijn business partner. Ah, ja. En we hadden het erover dat hij dus iemand aan het leren kennen was die hij heel leuk vond, maar hij had haar nog niet verteld dat hij met mij samenwerkt. En toen ze, zei ik hem juist, dat had je als een van de eerste dingen moeten zeggen, want dat, tenminste dat zou ik doen, dat was die discussie eigenlijk van hoe, gaal, hoe zou jij het aanpakken. Ja. En ik zei, de, eer, de reden waarom ik dat als een van de eerste dingen vertel, is omdat één, jij een belangrijk onderdeel bent van mijn leven hmm. en voor mij ben jij non-negotiable net als hoe mijn werk non negotiable is en mm -hmm. bepaalde dingen, keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven om mijn leven op te bouwen, dan iemand die in mijn leven komt is een aanvulling daarop. Mm -hmm. nou, er zijn gewoon bepaalde elementen die gewoon non-negotiable zijn en um, die persoon heeft daar gewoon mee te dealen en uh, moet dan gewoon aan zijn eigen onzekerheid werken, want het moet gewoon prima mogelijk zijn in een gezonde relatie zonder trust issues en past traumas, et dat het allemaal kan. En ik gaf het aan hem aan, van als zij daarop zou afknappen... Ik zou eerder afknappen als je het niet direct zegt. Want dan lijkt het shady, alsof je iets verbergt. Dat... Ik denk eerder dat als iemand... Als je het juist als eerste zegt aan die persoon knapt direct... af weet je direct waar je aan toe bent. En weet je direct, die persoon is het toch niet. Want ik zou wel... Voor mij is het gewoon belangrijk dat de persoon die in mijn leven komt... Dat gewoon accepteert en daar ook gewoon echt geen probleem mee heeft omdat die persoon weet van hey, dat is mijn past en het heeft nu een andere constructie. Maar het is wel heel belangrijk in mijn leven. Maar, maar. Maar. Want Loekou, ik hoor wat je zegt: onzekerheid. Ja, want super dat is super onaantrekkelijk. Hè? En nee, maar wacht Voordat we die conclusie trekken. Not to be judgmental. Nee, nee, nee. nee. We zijn judgmental hier. Is al goed. <laughs> Just to name it. <laughs> ja, ja, it name. Nee, maar get ik, ik, begrijp, ik begrijp wat je het benoemt. Uh, nee, wat ik wilde zeggen is... Dus het zit hem in vorm. Dat zeg ik als ik erachter moet komen. Maar wacht even. Eens. Ja, tuurlijk. Dan Weet komt je, het shady Ik dacht over. dat dat je gay Die ja. was maar blijk gewoon je ex te zijn. Voor om... <laughs> ja, <laughs> begrijp je? Eens, 100 procent. Nee, in dat geval <laughs> dus, zeker. Dus vorm is belangrijk. Ja. Maar dit... Daarom nam ik mezelf als voorbeeld, want ik weet hoe ik ben. Okay. En ik ben uh, bereid mezelf neer te zetten als een idioot. Als ik dat, dus ik ga mezelf hier weer opofferen. Want check, jij noemt het onzekerheid. Maar besef dat ik dus, um, laten we zeggen. Ik heb dus altijd uh, niet per se een droom, maar als ik voor een vrouw ga, uh, dan denk ik van: oh ja, yeah. damn. Uh, want het is, het is uh, tegenwoordig uh, moet je oppassen wat je zegt. Uh, en het is goed dat er ogen nu zijn op mannen, meer dan ooit. Dat oh, is een is ja. beautiful thing. Absoluut. Uh, maar, uh, maar het uh, moet wel eerlijk en correct zijn. Dat wilde ik zeggen. Ik ben het helemaal eens. Want dus, ik ben al voor feminism en girl power en me too. Maar niet onterecht. Ik zeg het altijd okay. zo. Maar pas op dat jij feminisme niet schaadt. Exactly. Ja, Als want nu feminist. Het, het zou kunnen worden uitgebuit en dat mag niet. het dat dat gaat. Dat, ja. Maar goed, hierop, hierop gefocust. Wat ik probeer te zeggen is. Ik wil dan uh, uh, tegen jou zeggen: Yo, ik ben van jou. Mm -hmm. Van top tot teen. Waarom? Binnen in mijn hart, okay. mijn mind, mijn tijd, mijn energie. Ik wil dat jij van mij bent. Mm -hmm. Van top tot teen. Binnen je hart, je mind, je energie. Mm -hmm. En dan zeg jij mij... maar er is een element. Mm -hmm. En die element is een andere man. En and die is non-negotiable. En ik zeg niet... hij moet weg. Ik zeg alleen die statement... vind ik heavy. Mag ik, mag ik je daarop... Uh, Please. Yeah. Ik zet okay. het neer om te kijken hoe, hoe, hoe okay. wat je daarover nou, denkt. Ik vind denk. het heel interessant hoe je dat zegt. Allereerst... Um, Nou, laten we daarmee beginnen. Als ik zeg non-negotiable betekent gewoon dat hij onderdeel is van mijn leven. als het gaat om mijn werk, waar ik dus in dit geval langer dan tien jaar heb opgebouwd. Mm. Dus dat ga ik gewoon niet opgeven. Mijn werk is mijn, mijn levenswerk en dat is gewoon part of me. En dat zou je wel accepteren, maar hij hoort erbij. Dus. Hij, ik zou dat gewoon als één nemen en het niet zien als een ander element of iets wat storend zou kunnen zijn. Want dat is niet zo. Ja. Dat is hoe jij ervoor kiest om dat te zien. En daarom zeg ik, het ligt echt aan hoe jij het wilt zien. En dat ligt ook weer aan jouw eigenwaarde, et cetera. En daarnaast, um, want het één sluit het ander dus niet uit. Niet omdat hij deel van mijn leven is, betekent het dat ik niet alles van mij kan geven in deze relatie. En daarnaast vind ik het bijzonder hoe je dat formuleert. Um, ik probeer juist lief te hebben zonder het claimen van... Ik weet het, daarom begon ik met... tegenwoordig moet je oppassen wat je zegt. Ja. Maar ik ben tot de conclusie gekomen van... normaal, een vrouw kan zeggen je bent van mij... Ja man, claimen. Ja, en ik ga zeggen. Ja, maar ik, begrijp het het? Ja, ik uh, Maar dat is heel persoonlijk. Ik, nee, ik begrijp, ja. het. Ik begrijp ja. het. Iedereen, iedereen is daar anders daar in. En ik ben heel erg van vrijheid is echt mijn highest value. En ik ben ook introvaar. Dus ik vind space en vrijheid van de belangrijkste elementen voor een goede relatie. voor, mij, hè? Mm -hmm. voor een Ander heel nee, nee, it, En het moment dat een ik man me kan nu. claimen, wil ik wegrennen. En heel op. snel. Yeah. En dat wil niet zeggen dat ik niet heel veel te geven heb en veel liefde kan okay. geven, ja. alleen het moet vrijwillig en niet zo Daarom nam no ik mezelf als voorbeeld, want you know, ik weet hoe like... ik ben. Toen dacht ik, ik ga deze heftige persoonlijkheid op je zetten. <laughs> ja, wat zou jij daarmee doen? <laughs> run. Ja. Run. Ja, run, <laughs> ja, run toch? Want nee, maar check, want, want I, I get it. En wat ik wilde zeggen is, wat ik mooi vond. Dus ik hoor jou net praten, toch? En terwijl, pra terwijl jij praat, hoor ik van. Oh ja, dat lijkt op onzekerheid inderdaad. Dus ik zie jou het mij al uitleggen. Nee, maar check. En ik dacht, oh ja, maar dat lijkt op onzekerheid. Maar ik denk dat het meer heeft te maken met. Uh... Het is claimgedrag. Het is claimgedrag. Het is waar. En veel mensen denken. Nee, maar veel mensen denken. En daarom vond ik het interessant hoe je het geformuleerd hebt. Mm. Dat liefde gelijk is aan eigendom en claimen. Dus, dus ook dat is ook. Maar, men zegt ook vaak. Ik, ik, als, ik moet zeggen, dat is niet wat ik bedoelde. Maar ik weet, daarom veel, zei ik. maar veel mensen denken dat ja. wel. En, en, of mm. associëren het in ja. ieder geval. Die, die dingen met elkaar. Ook jaloezie bijvoorbeeld. Er was een quote van iemand die zei: Love is jealousy. En. Ik vond hem heel bijzonder. En ik weet ook dat. Ik, kijk, ik ben geen jaloers persoon. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet heel veel van iemand kan houden. Het betekent gewoon dat ik anders naar dingen kijk. Als jij naar een andere vrouw kijkt. Nou ja, als jij zoveel bloedmooie vrouwen op deze wereld. Mm -hmm. Ik kijk met je mee. Ik bedoel, dat gaat automatisch. Vrouwen kijken als eerste naar een andere mooie vrouw. Ze zien misschien sneller dan een man. This is true. Ik kijk echt met je mee. En yep. ik ga jou nooit. Een blik geven van, hoe durf je? Nee, dat is niet jouw maar dat is omdat eten. ik weet dat ik andere kwaliteiten heb. Ja. En er is een reden waarom je naast me loopt. Je je weet je? En als je, je, je wil gaan, ga. Ik vind mm -hmm. wel iemand die dit kan waarderen. Weet je? Ja. En als je het zo in het leven staat, dan hoef je nooit jaloers te zijn. Maar mensen zien het wel. Mannen denken dan wel, oh, maar je bent niet jaloers. Maar geef je wel om mij? Oh, weet mannen? Je? Is het de mannen? Ik, ik zeg je heel eerlijk. Je oh, het die... kan ook vrouwen zijn, nee, nee, trouwens. Nee, nee. Overigens, ik maar zeg, ik vertel ik je zo het hele ja Ja, precies. En maar dus, ik zeg ja. je heel eerlijk, toen jij zei, dus uh, jaloersie is liefde. Moest ik gelijk denken aan een vrouw die die quote heeft verzonden? Hmm. Maar jij. Is een vrouw. Maar jij koop, oh. nee, 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 nee. Die quote maar is koop, een vrouw. Koop, koop, maar, maar wat ik bedoel is dat mannen wel. Ik, ik weet dat mijn ex nog tegen me heeft gezegd. Van, nou, ik zou het wel leuk vinden als je af en toe. Dan had hij iets met een vrouw. Een contact met de vrouw. Ah. En ik was... I didn't care. <laughs> en niet dat ik niet van hem hield. Nee, nee, nee. En hij had zoiets van: je mag best wel wat jaloerser zijn hoor. Want dan geeft het me. Het okay. streelt mijn ego. Ah. En ik had echt zoiets van. Do you really nee, need ik that? data? Nee, dat klinkt goed. Nee. Dus, ja, ja, maar omdat veel vrouwen ja. wel die onzekerheid en wel jaloers zijn. En mannen zien dat al ergens she cares. That's how they, dus dat is de equation die eruit komt. Ja. Als het haar wat doet dat ik met een ander, of dat idee van een ander. Ja. Dan, dat betekent dat ze om me geeft. Okay. En ik weet niet of dat per se een man-vrouw ding is. Want ik denk ook omgekeerd. Kan prima. Weet je, als een man helemaal niet jaloers is, dan denkt de vrouw misschien ook van. Weet wat je niet zei. Ik weet het niet, het doesn't niet. Maar het klinkt niet volwassen voor mij, moet ik je eerlijk zeggen. Dat vind zit. ik ook. Maar, ja. maar ik denk dat kan dat veel ook zei, wat ik, zo wat zijn wat ik net zei, kan ook zo aanvoelen. Dat je denkt van dat ik zei van je bent van mij, ik ben van jou. En dat je van het klinkt niet volwassen, maar ik ben misschien niet real. Hé, maar dat is Omdat ik ben van plan alles van mij te geven, namelijk. Ja, maar dat ik, het een sluit het ander niet uit. Okay. Je hoeft niet te claimen zonder dat je alles. Je kan alles ja, geven, maar ja. you don't have to... Nee, nee, nee. nee cool. Ik denk namelijk echt dat liefde is dit en niet dit. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat je het beeld erbij hebt. Dus... Ja, ja, ja. ja. Oh, nee, ik vind het mooi. Uh, ja, en, ja, en althans, nogmaals, mijn definitie. Hè? Nee, dus... kijk, ik, ik, het, zit hem, het zit hem in. Uh, als je uh, iemand lief hebt, daarom zeggen ze, lieve, uh, liefde is niet genoeg. Wat zeggen ze nou? Uh, ik heb die shit ergens hier volgens mij ook nog. Ja. Uh, liefde alleen is niet genoeg. Je hebt vertrouwen nodig. Dat zijn die stenen. En geduld is het cement. En dan kan je hem bouwen. Ja, mooi hè. Toch? Ik zag het, ik vond het mooi. Ik heb het gewoon even genoteerd. Mooi. En het komt nu toevallig uit. Ja. Ja. Zeker. Toch? En, en jij bent al, uh, uh, jij zit in die fase eigenlijk, want ik vind het nog vers eigenlijk. Uh, dat jij erachter bent gekomen dat liefde gewoon simpelweg niet genoeg is. Ja, it's true. Het is dus gewoon niet genoeg. Klaar, maar liefde punt. is tegelijkertijd, liefde is alles en niet. Oh. Het is het begin en het einde. Het is, ja. het is, liefde is alles. Liefde is los van survival. Dus psychologisch gezien ja. is liefde onze grootste drijvende factor. Met mm -hmm. elke beslissing die we nemen in ons leven. Mm -hmm. En liefde is een breed concept. Je zei het al in het begin. Het gaat niet om liefde voor een man, om liefde voor een vrouw. Liefde voor jezelf. Alles wat je doet. Al je, je excitement voor life, je passie, je, je ideeën. Alles komt uit liefde. Een wijs man zei ooit. It ain't about love. It, <laughs> it ain't, ain't about, about nothing. nothing. <laughs> exactly. But that's it. <laughs> en dan ben ik... Voor de yeah, duidelijkheid. zo goed. Nee, maar, da, maar, yeah. dat, maar dat is hem. Daarom. daarom. Yeah. Inderdaad. Dat is ook wat jij zegt. Yeah. Mooi, hè? Yeah, I love it. I love it too. I enjoy it. Uh, uh, nee, leuk. En nu ben jij blij met jezelf. Um, weet je waar ik het met je over wil hebben? Of laat me eerst dit vragen. Uh, Want ik zie... Ik zit een beetje naar jou te luisteren, naar je te kijken. Dat uh, woordjes jou best wel kunnen triggeren. Uh, ja, ja, ja. Bij deze, dan weet in je in dat. In ieder geval mijn interpretatie de, de van, het van het woord. Ja, ja dat is ja. wat ik bedoel. Ja. Ja? Ja. Uh, 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 dat had je bij singles zijn. En nog bij dus twee kom andere maar voorbeelden. Op woord. Ik, ga kom even, ik ga even terugspoelen. <laughs> even terugspoelen uh, en kijken waar dat nog meer staat. Maar deze, uh, ik, ik vraag me af. Ik vraag me eigenlijk af. Of je... Um, Zie jezelf als een onafhankelijke uh, independent vrouw? independent woman. Ja, is, yeah. <laughs> de cliché. <Okay. laughs> Dat is wel. Nee, yeah. maar, nee, maar zie jezelf zo. Maar wat is volgens jou een independent woman? Wat is okay. volgens jou een independent woman? Ja, oké. Okay. Als ik ik het zei toch moet... je hebt problemen met woordjes. Nee nee nee, het is geen probleem met woordjes. Ik vind het heel belangrijk dat het goed gedefinieerd wordt, want ja, ja. je anders je heel makkelijk miscommunicatie krijgt. Want iedereen interpreteert een woord aan de hand van zijn eigen ervaring, zijn eigen. Ik uh... ga hem nog erger maken. Oké, okay, kom. Maar. Sterke, onafhankelijke vrouw. Ben okay, jij dat? Ik, zie jij zelf zo. Ik zie mezelf wel zo, ja. Oké. Okay. En dan volgens de definitie dat ik weet wie ik ben, ik weet waar ik vandaan kom, ik weet dat ik niemand nodig heb. Althans, in ieder geval niet om te voorzien in mijn basisbehoeftes. Mm -hmm. en, en de dingen die ik leuk vind. En um, ik heb gevochten om hier te komen. Mm -hmm. Ik heb veel opgegeven om hier te komen. En ik ben sowieso, in ieder geval qua gender, identificeer ik me met vrouw. Dus ja. Dat en dan, dan ja. maar een sterke, onafhankelijke eentje direct. Want dat is wat. Dat ja, is, we hebben te, vastgesteld ja. dat jij dat gewoon bent. Ik voldoe wel aan die, die omschrijving dan, ja. Nadira, je bent het. Ja. <laughs> ja, we gaan even aannemen dat je het bent. Dat is goed. Nee, weet je waarom? Want je bent dan nu uh, uh, zing, uh, vrijgezellig. Oh, niet van cliché. Ik <laughs> ja. heb je gezegd. Ja, ja, ja. Je, <laughs> ja. Bent, je, bent, je bent dan nu vrijgezellig. En een tijdje, je bent aan het wennen. En nu ben je op het punt dat je zegt, en ik ben daar blij mee. Is het geen, uh, is het geen cliché, single, independent woman? Is het? Maar ja, dat single, ben je, hè? Single, independent woman. En jij, jij ja. denkt, maar ik ben Nadira zeldzaam. Um, ja. <laughs> Blijkt dat hartstikke beter van. Ik ben niet zo zeldzaam. <laughs> nee. Ja. Nee, 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 nee. Nou, ik, nee, ik mag dat niet zeggen. Oké. Okay. Uh, 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 nou ja, nee, okay. we zijn allemaal uniek, just like everyone else. <laughs> yes. Maar in die uniekness ben jij dus ook een sterke, onafhankelijke vrouw. We hebben dat moeten vaststellen omdat ik jou de volgende vraag wil stellen. Oké, okay, kom maar op. Ben jij dan bekend met het uh, uh, um, sterke onafhankelijke vrouwensyndroom? Geen idee wat dat is, nee. Ik ga je geen zeggen geen wat idee. dat is, wat ze zeggen dat dat is, ja. en daar wil ik het even met je over hebben. Uh, dus je houdt van liefde, affectie, intimiteit. Je houdt ervan, uh, maar het beeld dat je iets nodig hebt, neigt naar wanhopigheid. Dus jij keert uh, je behoeftes de rug toe. en negeert eigenlijk bepaalde verlangen. Uh, die ik net allemaal heb opgenoemd. Waardoor er geen affectie is, geen liefde. omdat jij die sterke onafhankelijke vrouw bent. Dat is het sterke onafhankelijke vrouw syndroom. Oké, okay, nee. Ik... Herken je helemaal niet? Um, ik herken het alleen in de sens van dat ik inderdaad niet iemand ben die graag om hulp vraagt. Ik ga het vaak. Op elke andere manier eerst zelf proberen en daarna ga ik het vragen. Dat is wel het iets waar ik het in herken, maar niet in de sens van dat ik de terugkeer naar affectie en intimiteit. En dus alles. die dingen waarvan je houdt. Ik sta open voor alles en ik, ik, ik sla het alleen af wanneer ik het gevoel heb dat het niet goed aanvoelt of dat het niet goed voor mij is, for whatever reason. Maar ik sta er wel open voor. Dus jou, je, jezelf ken je niet hè, erin, maar om je heen? Heb je dat nog gezien bij andere vrouwen? Oeh. Um, misschien enigszins om jezelf te beschermen, maar niet. Ik heb geen concrete voorbeelden ervan. Oké, okay, oké, okay, maar je herkent het niet. Nee, ik hoorde ervan. Ik denk, weet je wat? Uh, die Nadira, uh, Nadira, ik kijk naar haar denk, die is zo lekker bezig. Uh, succesvol in wat ze doet, als ik daarna kijk. Ik ga de vragen of zij last heeft van die sterke, onafhankelijke uh, ja, vrouw ik, ik begrijp wel dat ze dat zouden kunnen hebben. Maar ik denk dat het vaak ook is wanneer je niet in balans bent. Oh, dat is het goede wat je zegt. Want ik zeg je eerlijk, ik benoem het nu nou... Ik, 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 her, ik herken een beetje... Ik ben iemand die ook niets aan niemand vraagt. Uh, ja. En sterker nog, ik ben bereid bepaalde dingen op te offeren. Ja, echt waar. Dat Absolute. is gewoon koppigheid. Eigenwijs, beetje, hè? Ja, ja, dat is een beetje eigenwijs. Ja, maar goed, dan, dan ja, kijk, dan zou je jezelf ook moeten afvragen hoe belangrijk je het echt vindt. Precies. Want als je het bent bere bereid me op de offeren, vond je het waarschijnlijk toch niet zo. Belangrijk. Ja, maar hoe lang, uh, inderdaad, uh, ja. bij, kan je dat volhouden? Dat is, is ook een ding. Ja, het is het hangt ervan hey, af. Ik vind je een beetje lastig trouwens, want ik praat met jou en ik, en ik herken dingen inderdaad. Oh shit, ze heeft gelijk. <laughs> Sorry. Nee, maar het is true? is true, is eigenwijs. is eigenwijs. Ja, yeah. yeah, ik like it, Oké. Okay. Wauw. Maar ik ben ook zo. Ik kan ook heel eigenwijs zijn. Dus het is oké. Okay. We're all human. Nu komt, het, all... nu komt, nu komt het echte uh, verhaal. <laughs> nee, niet per se. In, ik heb geen eigenwijs geen in de liefde. Uh, nee, maar kijk. Nee, Want het verhaal is: jij bent eigenlijk vers. Dat wil zeggen. Nee, jij bent, jij, <laughs> vers, je bent. Nee, nee, check, Arkie. Ook klinkt eng, hè? Wat <laughs> <klinkt> check. <laughs> ik like yeah. it. Nee, maar check. Jij komt dus, ik wil dit zeggen. Jij stapt vers in de wereld van liefde en al die dingen. Ja. Want jij komt van een Sani. Tien maanden was de eerste probeersel, zeg maar. Ik noem ja. het even zo, niet uh, disrespectful. Uh, dus, ah. dus jij moet nog zien wat wat is, wat je net allemaal uh, benoemde en zo. Ja. Uh, uh, hoe het echt zit. Want je zegt hele mooie dingen. Het ja. is een theorie, maar praktijk... Praktijk is een dingetje en um, ik denk niet dat ik mezelf de rug keer naar al die dingen die je net noemde. Ik ben wel heel voorzichtig, heel kritisch en heel kieskeurig. Yeah. Maar dat is ook gewoon puur vanuit het feit dat ik mijn energie heel erg value en je voelt al vrij snel aan of iemand of die klik hebt of het... Mm. Of het er is of niet. En als dat er niet is, dan wil ik mijn tijd echt niet voordoen. En dan, als het een heel leuk persoon is met wie je op een andere manier een klik hebt, dan hoop ik op vriendschap. want dan vind ik dat altijd leuk. Mannen vinden dat minder, want ze vinden ja, ik heb genoeg vrienden, ik wil jou niet als vriend erbij. Maar uh, verder, ja, ik ga I'm not gonna waste your time en ook niet de mijne. het ja, is het beste man. Dat, is, dat moet je gewoon doen, man of vrouw. Ja, vind ik ook. Wat je zei, eerlijk is, ik zijn ben ook zijn geen friend zo'n <laughs> ja, ben, veel mannen ben. vinden willen dat niet. Nee, maar ik, ik heb zoiets van als jij toch. Want ik, ik begrijp het aan de ene kant wel. Nee, ik, maar ik maar ga niet mee in die kant... mannen ding. Ik ga even voor mezelf praten. Ja? Uh, maar ik wilde wel aankaarten van inderdaad, ik persoonlijk hoor je praten, ik ben ook niet van het friendzone zo'n ding. Uh, en niet qua ego dingen, maar ik hecht heel veel waarde aan vriendschap. Ja, ik kom. En voor mij is het. Uh, nee, ik moet. Ik, uh, net als een relatie met een vrouw, hetzelfde level. Juist. Je wordt niet zomaar mijn vrienden. Daar moeten een paar dingen voor zijn gebeurd en oh, dingen zich hebben wij, bewezen. Ik dacht dat wij allemaal kies nee, 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 waren, maar okay. We zijn onderweg. We zijn onderweg. Kennelijk ging het dus te snel. All right, all right. Nee, maar check, maar check. Uh, nee, nee, maar ik meen dat, want. Uh, en daar ben ik heel streng in, zeg ik eerlijk. Want ja, ik heb het leuk met je. Of ja, jij vindt dat leuk en ik ook. Maar dat is niet het, genoeg. Is niet genoeg. Eens. Die vriendschap moet zich bewijzen. Eens. Ja. Ik moet je zien. Dat heb ik vaker gezegd. Maar in bepaalde scenario's moet ik je zien. En dan moet ik herkennen van. En dan ga ik niet tegen jou zeggen. hey jij bent nu mijn vriend. Maar in mijn hart zeg ik van. yo, dit. Ja, man. Waardevol Juist. dit. Waardevol dat dit. Het kost tijd. Net als een relatie kost het tijd. Ja. Kost ja, ja, tijd. Ja. En dan moet je nu die tijd geven als je dat wilt. En wat ik dus heb ervaren is dat veel mannen, wanneer ze denken. Oh, ik kan je niet hebben als relatie. Um, dat ze al gelijk de deur dicht doen voor vriendschap. Omdat ze het dan opeens niet meer interessant vinden. En dan denk ik, weet ik zeker dat ik een goede beslissing heb genomen. Ja, want dat is niet jouw type Want dan type, weet ik gewoon van waarvoor value je me eigenlijk. Ja, 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 ja. Is het het mooie ja. plaatje wat je ziet? Ja. Ja. Of is het wie ik ben en wat voor aanvulling ik kan zijn op je leven? Want ik zou diezelfde aanvulling kunnen zijn op je leven als vriend. Als goede vriend. Oh nee, maar dat zeg ik dus. Weet als ik je? dat zou herkennen. Want ja, ik juist. heb dus live ondervonden, want ik ben ook... Uh, 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 later ga herkennen van sterker nog, ik heb er twee vriendinnen aan overgehouden oh, dat en cool. dat had ik nooit. Uh, waar dat dus verdween, uh, uh, hele leuke meid hoor, daar niet van. Maar dat seksuele uh, was niet, het uh, was helemaal niet dat ding. Het was yeah. meer van hé, hey, dit vind ik een dope ass persoon. Ja, yeah, exactly. En, en, en haar, haar, haar uh, vrouwelijkheid, daarnaast maakt het nog mooier, want ik adoreer vrouwen. Yeah. On the real. Ja. Ik adoreer vrouwen. Dus dat deze uh, 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 vrouw ook nog zo doop is. Daar begon ik te zien: hé, hey, nee, dit, onze vriendschap heeft veel meer waarde. Ja. Dat heeft veel meer waarde dan wat ik. Uh, niet, niet per se wat ik in eerste instantie in mijn eerder had. maar hoe ik dacht dat relatie man-vrouw was. Juist. En dat vind ik mooi. Ik vind het zo mooi hoe je dat zegt. Want inderdaad, je, je gaat met een andere intentie. Maar along the way kan je dingen ontdekken. Mm. En dan is het aan jou om te kunnen. Om er, om er makkelijk in mee te kunnen gaan, om flexibel te kunnen zijn. Hé, oké, dat was het niet. Maar hé, hey, dit is wel ook heel bijzonder. Dit waardeer Zeker, ik ook. Zeker, Dit heeft waarde die aanvulling Absolute. en waarde in mijn leven. En, en niet zo dat standaard, oh, het is niet gelukt, dus. Maar, laat dus, maar. weet je. En, en wat ik dus. dus het, uh, uh, conclusie is ook dat het niet zo makkelijk is van. Nee, ik zie niet zo. Laten we vrienden blijven. Nee, dat werkt ook niet. Dus wanneer ik persoonlijk, wanneer ik man, betekent niet mijn ego en dat soort dingen. Uh, maar, vaak maar laat, is het wel als het ego raar. Wat er, kijk, Misschien is dat de, de basis. Nee, maar ego ik is niet. ook niet erg, hè? Ik bedoel. Het, o, mag het? Nou ja, o, dat is ik goed. Ik, bedoel, ik heb genoeg, hoor. En zin, ja, ik ook. <laughs> oh, jij <je laughs> weet ook. het goed te verbergen. <laughs> nee, ja, hallo. Iedereen heeft ego. En het, ego, je ego is er gewoon puur om je te beschermen. Want dat is eigenlijk waarom we reageren zoals we reageren. En waar we onze grenzen trekken. Alleen, mm. denk wat belangrijk is, is om in ieder geval wel bewust te zijn van je ego en te kunnen observeren wanneer het een rol speelt ja. en dan heb je een keuze want jij bent je ego niet mm -hmm. dus jij kan dan kiezen van... Hey, uh, uh, ik begrijp je I get you maar um, wat is hier toch slimmer wat voelt hier toch beter mm -hmm. en ja die ruimte heb je maar je moet heel erg bewust zijn natuurlijk is a beautiful thing man ja yeah. um, ik zei het aan het begin al, die Ingi van mij schatte in dat je avontuurlijk was op alle vlakken. Oké. Okay, okay. Alle vlakken. Uh -huh. En wat ik jou wil vragen. Ik ga je spanning houden, want je bent nieuwsgierig. Ik zie dat je nieuwsgierig bent, man en vrouw. <laughs> zit nu zo. Nou, nou, nou. nou. Wat ga je halen? Ik wil eerst iets anders ertussen gooien. Uh, check. Um, Gilly's Love Line wordt met liefde gemaakt, hè? kan ik je vertellen. Zeker. Uh, en jouw support is een groot onderdeel van de show. Uh, daarom onderbreek ik dit om jou te vragen. Want check, je bent aan het kijken. Als jij niet op dat like-knopje hebt gedrukt, uh, kan. Dat vind ik apart. Ga eerlijk met je zijn. Ik, is het raar, toch? Zeg eerlijk. Kleine handeling. Beetje apart. Beetje Die. apart. Oh? Ja. Dat is, nee, maar ik maak grap, maar dat is echt al steun. Uh, nog mooier is als je, uh, je zo'n show kan waarderen dit soort gesprekken. Abonneer op Gilles Love Loveline, het YouTube-kanaal. Uh, dus als je op Spotify aan het luisteren bent, ga naar YouTube. kan je zien met welke dame ik hier zie. Je hoort de stemmen, kijk hoe ze eruit ziet. Uh, uh, en abonneer gelijk op het kanaal. Nog een tori. Check hier. In Ain't About Love, it Ain't About Nothing. Hoodies hebben we speciaal voor uh, de loveliners laten maken. Want zo noem ik jullie. Loveliners. Als je uh, fan fan van de show, dan ben je loveliner. Uh, en ik zie je graag in zo'n hoodie lopen. Daarmee support je ook de show. Ga naar guillysloveline.nl en support de show terug naar uh, jouw avontuurlijkheid. Doen we zo, we gaan breken. Alright, <laughs> dat is goed. Wat <laughs> ik jou niet heb verteld, is dus ik ben een OG. En je oh. weet wat een OG is? Nee. Original. Jigolo. <laughs> Vooruit. Original gigolo. Sorry, ik ja, het Nee, dat laten. is hem. Dat is hem. Dat is hem. Ik ben de original gigolo. Ik nee, laten. dat is het. We zijn er. We zijn er. Ja, ja, is ja. Dat, we zijn... dat is hem. Dat is hem vandaag. Confession. Killy's Love Line. Waar uh, we dus bruut eerlijk praten over de liefde. En vandaag doe ik dat met Nadira. Heel zeldzame vrouw. We zijn erachter gekomen dat ze minder zeldzaam is dan dat zij dacht. Nee, absoluut zeldzaam. En dit gesprek uh, vind ik waardevol. Vergeet het woord zeldzaam. Ik vind het waardevol wat je hebt gedeeld over een uh, relatie die zo lang gaande is, maar op een gegeven moment gaat het gewoon niet meer. Ja. Zo graag als dat jullie beiden willen, wat blijkt, jullie beiden hebben hetzelfde gevoel over de relatie besluiten uit elkaar te gaan. En die man is nog steeds een element in je leven en die nieuwe dude zal daarmee te maken moeten hebben. Maar ik denk dat die nieuwe doet dat wel aankan. Absoluut. Als het jouw type nieuwe doet, is, wel. Exacel. Toch? Precies. Dat um, is het verhaal. Yeah. Is a beautiful thing. Yes. Uh, ik was het net heel spannend aan het maken over... Je bent avontuurlijk op alle vlakken. <laughs> nee, maar on the real. Uh, uh, je bent avontuurlijk. Uh, hoe uit dat zich? Ja, op zoveel manieren. Ik, ik probeer gewoon eigenlijk... Ik hou van uitdagingen. Ik kies nooit de makkelijke weg. Oké. Okay. Dus met alles. Dus... Uh. Maar ook in de liefde. En dat is wat ik net bedoelde met je ben. Vers, dat bedoelde ik. Klokraar. Ja. Uh, uh, heeft dat zich kunnen bewijzen in de liefde? Uh, mijn avontuurlijkheid? Of, of weet wat? Niet, in, mijn... de, in de dating scene. Heeft dat zich kunnen bewijzen? Ja, die avontuurlijkheid van je. <laughs> die avontuurlijke karakter van je. Nee, hè? Nou ja, niet echt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat COVID natuurlijk ook niet heeft geholpen. Hè? Want ik bedoel, de timing. Als je de timing <laughs> nahaat. Is dat echt exact? En het is wel een uitdaging om mensen te ontmoeten. En vooral als er zoveel lockdowns zijn. Ja. En vooral omdat ik niet op een dating site sta. Dat vind ik gewoon persoonlijk niet echt iets wat bij mij past. Mijn nee, vrienden nee, vinden I mij daar it. heel ouderwets in. Maar. Ik, ik, ook, ja. ik, heb het, ik heb het wel eens hierover gehad en ik ben nog steeds niet overtuigd dat dat iets voor mij is. Eens, ja. uh, Alleen werd mij dus hier in de show uitgelegd, want ik zei gelijk al, ja maar waar is die magie dan, weet je? Een bepaalde ja. magie hoop ik. Uh, maar dat blijkt dus niet, een, zeggen ze. Uh, en ik hoor ze, het klinkt goed en toch ga ik er niet voor. Zo eigenwijs als dat ik ben, want dat ja. hadden we ook geconstateerd hè. Ja, uh, Maar ik zie mezelf niet, uh, ja ik wil zeg maar, Nee. Ik zie, het, ik zie het nog niet. Ik heb exact hetzelfde. I totally feel you. Ik hoor de verhalen. Ik denk, oké, okay, dat maar, ja. Ja, nee, het is, het, ik weet niet. Maar gewoon het idee van het swipen dat zit bij mij al gewoon niet lekker. Bij mij dat ook. is niet het natuurlijke en, en, wat En ik, ik ga vind. nog een stapje verder. Niet, vergeet swipen. Inderdaad, zo van. Uh, ja. Dat voelt al. Nee. Dat is wat ik bedoel. Het was de magie. Ja. Maar diegene, en dat is een beetje wat je hebt ontdekt bij Instagram ook. Daar wordt dan helemaal iets neergezet en ik krijg niet eens aan de basis de kans om te zien wie jij bent. Want het is het mooiste en het klap. is de tekst en zo en ik moet het er maar mee doen. Ja. Terwijl als ik jou op straat tegenkom, dan heb je dat natuurlijk ook. Ja, of ja. ergens in een club. Een club is nooit mijn ding geweest. Uh, ik, ben meer van, uh, 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 ik ben meer van de supermarkt, uh, ja. de tram, de auto. Ja, 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 ja. In, ik ben meer van momenten, spontane momenten. Zie ja. je, alleen dat al ja. mist voor mij. Ja. Maar people keep telling me well, you're missing out. Weet je hoe leuk, zou, weet je, hoe leuk je zou zijn? Ja. Want dan, nu moet ik ook nog leuk gaan praten en zo. Nou ja, het is gewoon meer. Kijk, het, het, het blijft gewoon wat jij daar opzet. Dus net als met social media. Je kiest je beste foto's. Of je kiest in ieder geval wat bij het plaatje wat jij wilt uitstralen past. Uh. Toch? Mhm. Mm en je, bes je omschrijving is ook puur op basis van wat jij denkt dat een ander zou willen lezen, wat enigszins matcht met wat je wilt aantrekken. Ik weet trouwens niet eens of mensen daar überhaupt over nadenken wanneer ze hun profiel beschrijven. Er zijn twee mensen hier die totaal geen verstand hebben van dating-apps die hier op de dating zitten. en ik durf niet. Maar we delen hetzelfde zeggen, gevoel. We maar we het is fijn voel. om te weten dat ik in niet de enige ben, want nee. iedereen in mijn nee. omgeving... Die ouderwetse noemen ze Verklaart me ja. voor gek. En ik moet zeggen, dan kijk ik met vriendinnen mee en dan denk ik, oh, het is misschien ergens wel grappig. Maar... Druist ja. tegen mijn natuur in. Dus ik, ik ga het ook niet doen. Nee. Of, ik zal niet zeggen nooit. Je wie kan ja, dat nee, mag niet. Wie, je niet open, I, Ik ben maar wel Maar je ziet open, het nog niet. We zien het nog niet. Ik voel hem nog niet. Dus ik ga, het gaat gebeuren op het moment dat iemand me weet te overhalen of ik het op een of andere manier begin te voelen. Dan Juist. zal het wel. <laughs> Precies. Of misschien ja. hoeft het niet eens en dan gebeurt nee. het op een manier nou ja, die ik. Jij kent. ik ga ervan uit dat ik gewoon normaal iemand ga ontmoeten. Maar door de lockdowns en alles is dat dus tot nu toe wel wat grotere uitdaging geweest. Dus ik heb wat meer rust gehad en, en daar ben ik op zich heel blij mee, want het heeft dus ook gemaakt dat ik zo blij ben met mezelf. Juist, yes, want ja. die tijd was ook belangrijk. Die tijd was heel belangrijk. Want, want ja. omdat jij in negen jaar in een relatie zat, had je het idee van, oh ik moet weer in een relatie zijn. Heb je dat gemerkt achteraf dat je denkt van hé. Hey, dus het is alsof ik uh, het gevoel heb dat ik in een relatie moet zijn. Nee, nee. Ik, ik, ik had, ik had mijn eerste instinct was: ik wil echt even alleen zijn. Ik wil echt even rust. En okay, ik goed. zie wel wat erop moet komen. En het heeft ook twee jaar geduurd voordat ik weer iemand tegenkwam, ongeveer. Juist. Dus. Uh, nou ja, tegenkwam. Ik heb wel andere mensen tegengekomen, maar nooit leuk genoeg om me echt te interesseren. En tijd in of, te steken, echt wat in werd. dit geval tien en, maanden, wat ook veel tijd en is. En toen uiteindelijk was dat wel ja, tien maanden en dat was ook een, daar ben ik heel dankbaar voor. En uh, ja, nu ook, maar het is gewoon lastig tegenwoordig. Dus ja. Ik laat het ook, het is wat het is nu. Mm -hmm. En ik probeer juist gebruik te maken van de tijd om in ieder geval te genieten. Ja. Want wanneer je iemand tegenkomt, kan je le leven heel snel veranderen. Ja. En dan, um, dan heb je misschien niet die tijd met jezelf om die dingen te ontdekken die je altijd wilt ontdekken. Dus, ja. dus waar ik het spannend maakte, af en toe ben je op andere vlakken, <laughs> dat is nog geen ruimte voor geweest om dat te ontdekken. Ja, is dat een? Ja. Nou ja, weet je, het hangt er vanaf wat je zegt. Want als het om, om zelfontdekking gaat, heb ik veel ontdekt. Dus het is hoe je het wilt benaderen. Maar als het gaat om ontdekking van ervaringen met anderen, dan valt dat een beetje tegen. Oké. Ja. Oké, okay. okay, duidelijk. Maar ja. uh, uh, I get it. Ik, ik volg je verhalen en ik dacht dat al. Ja. Oké. Okay. Uh, maar met al je ervaringen, negen jaar en dan eventjes iets en alle wensen en... Uh, het beeld die je hebt van waar je uiteindelijk wil eindigen. Want iedereen heeft dat. Hoe je wil eindigen en met wat voor soort type persoon. Of heb je dat niet eens? Ja. Of laat je het gewoon op je afkomen van... Hey. Nou ja, ik weet wel heel goed wat ik wil. Dat wel. As in, I Nadira, do have kind of a list. Wat nee, wil je? I know, that list is too long. Too. <laughs> let okay, let me not bore you. dat is drie afleveringen verder. <laughs> let me not bore you with that. Oké, okay, la, la, laat me het anders doen. Dan ga ik het, dan ga ik het kleiner maken. Uh, want met dus al die uh, uh, ervaring die je hebt... en het beeld dat je hebt van hoe het eruit moet zien voor jou... Uh, hoe ziet uh, een vrouw als jou, uh, die bezig is en druk is, ik kijk heel tijd op de telefoon, behalve nu even goed zo. Oh, je bent bezig. Je bent be ben bezig. Ik ja. Ik ook. Uh, een vrouw als jou, hoe zie jij uh, de ideale rolverdeling in een relatie? De rolverdeling in een relatie. Ja. Um, hoe moet het volgens jou eruit zien? De rolverdeling in dus ja, dus een relatie. Wie, wie, wie kookt en wie... Nee, precies. Dat kan dus traditioneel zijn. Ja, dus hoe... Wie kookt en wie werkt en wie brengt ja. money binnen. of wie, je dat? Of? Of, dat is precies wat ik bedoel, okay. ja. Of dat zie jij het wat anders, wat moderner? Heb je een andere blik daarop? Mijn Ander blik kijk is daarop. puur partnership. Dus... Um, ook in die relatie? Ook in de relatie. Ja, zo zie ik het echt. Um, mijn werk is niet per se belangrijker dan zijn werk. En... Ik denk dat je daar samen een balans in moet vinden. Dat is het mooie van een leven. Samenbouwen. Eén, het moet een aanvulling zijn op jouw leven. En het moet goed en fijn aansluiten. Dat, je ook, dat ik ook een aanvulling kan zijn op zijn leven. En dus ja, ik zou het heel fijn vinden. Ik, ik vind het wel belangrijk dat een man kan koken. Omdat ik puur vanuit mijn werk niet altijd een gelegenheid ben om daar tijd voor vrij te maken. Ik doe het graag. Maar het is fijn als dat ook een beetje in balans is. Dat ik ook wat meer ruimte kan hebben. Maar ja, we moeten eten. Dus, ja. <laughs> dus ook. Uh, ja, nou ja, ik ben wel van het gezond eten en eten halen of. In general, meestal is dat niet gezond. Dus ja. koken is wel belangrijk. Dus, mm -hmm. En als ik dat niet elke keer kan doen, dan is het heel fijn als een man dat ook doet. Ik wil niet zeggen en dat een man die niet. een partnership naar boven juist, hebt. Dat is één van de voordelen. We aan. Ja, dus ja. wat dat betreft niet zo traditioneel zoals vroeger. Wat wij gewend ja. zijn vanuit de Surinaamse cultuur. De vrouw doet huishouden en alles. Nou, ja. laten we het over huishouden hebben. Ja. Dus, uh, Want wat je hebt het dus over koken. Uh, maar dat geldt dus ook voor het huishouden van: hé, hey, het lukt me even niet. Nou ja, ik heb een um, robotstofzuiger. Zeg dat je genoeg? Oh, oké. Okay. Ja. As, in, as in... Ja, ik, nou, ik het zou je wat zeggen. Ik ga dan nog liever op een dating-app. Nee. Voordat ik die gebruik. Serieus? Maar ik moet erbij zeggen. Ik, ik, ik moet erbij zeggen. Het is zo efficiënt. Het is mijn beste investering. Ik, ik, Last ik, van ik, investeringen in mezelf. Ik zie, <laughs> ik, ik zie niet hoe dat ding beter schoonmaakt dan mij. Ik zie dat het niet. Want ik ben heel goed. erg van. Uh, schoon en het dat soort dingen. Jo. Ja, it's really good. Oké. Okay. Het is beter dan je denkt. Oké. Okay. <laughs> het is echt een goede uitvinding, dus sta ervoor open. Dus, open your mind. Nou, ik zou je wat <laughs> zeggen, want jij praat zo. Uh, ik kan je even over mij vertellen. Ja. Uh, ja. Als ik met een vrouw ga gaan, ja. ga ik sowieso koken. Ja. Ik ben zo weird dat ik wil dat ze kan koken, ja, maar ze gaat nooit koken. Nooit. Nee, bij ons koken de mannen. Zabi, Eh Hé, is niet zomaar. <laughs> ja. Zabi. Uh, uh. Maar uh, het is niet elke dag pom, dus toch? Nee. <laughs> oké. Okay. Ik moet je wel eerlijk zeggen, het is waarschijnlijk 95% of the time Surinaams. Ja, oké, okay, maar dat is niet erg. Want Surinaams is... is heel gevarieerd. Oh, wacht, oh, ik ga even professioneel mijn telefoon uitdoen. Misschien dat oh, dat plan. is misschien wel handig. Je zei het tegen mij, weet je nog? Ja, ik loop nu een hele even wij te maken van telefoon zo even. En guess what? Ik heb mijn eigen telefoon aan. Uh, oh. mm, welke check heb je gehad? Nee, zie je hoe je moet <laughs> ziet? Ik zag even een sparkle in je oog. Ik ben uh, 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 business. Oh, okay, <laughs> da daar ja, sparkle. dat begrijp ik. Die sparkle Voel je begrijp me? ik beter. Dan hey, maar, <laughs> ik, ga, ik ga iets triest zeggen. Yeah. Een trieste reactie op wat jij net zei. dan, Een vrouw heeft lang niet mijn ogen laten sparkelen. Ah. En dat ligt aan mij... Uh, want ik ben moeilijk. Uh, moeilijk. Maar, maar ik, mag ik dan weten wat jij daarmee bedoelt? Uh, Waarom vind je jezelf.? Dit is geschrikkelijk gericht op eigenschappen. Oké. Okay. Uh, bepaalde eigenschappen, als, uh, die moeten er zijn, wil ik die sprankelen hebben uh, en het zien. Ik wil die, kijk, ik wil het niet heel zwaar maken, mm -hmm. maar. Ik praat over visie als het gaat om mijn vrouw. Yeah. Ik moet die visie zien, yeah. ik moet het zien. Ja. Yeah. Uh, ik, ik moet de mind zien en al die dingen zien. Maar ah, jij niet... bent visueel ingesteld. wil je dat? Ook. Dus dat je het voor nee, je wilt zien? Nee, nee, nee. Ik, ik moet zien van. Of begrijpen. En dit is ook weer. Want je houdt niet van de stereotype dingen, maar dat is het wel. Nou, ik, moet, ik moet die visie hebben van. Oh, met deze kan ik bouwen. En, en niet alleen dat. Maar daar is niks mis. Maar niet mee. alleen dat. En dit is wat we gaan bouwen. Ja, maar tegelijkertijd. Uh, het, het wordt bijna. Uh, net als een vrouw. Nu ben ik aan het generaliseren. Uh, want je. Je moet dat ontdekken. Dat moet langzaam komen. Yes. En dat kan niet aan de basis het verwachten van... Dat kan je niet van... in het begin zien. Het en enige wat je kan weten is wat jouw visie is en wat je graag zou willen... Precies. En maar dan dus zo ga je dan ook kijken naar iemand, begrijp je? Ja, natuurlijk. Maar dat is vrij logisch. Iemand moet in jouw visie passen. Iedereen heeft zijn eigen visie. Ik denk niet dat dat... Dat is stereotype, maar het is stereotype for a reason. Hoe ga je anders een partner kiezen eigenlijk? Precies. Random? Oh, I like you. You nee, I like. Nee, oh, maar... No. Nee, nee. hey, come on. <laughs> ja, <to> <laughs> <Ja>. <laughs> maar, maar... Um, het trieste eraan is, en daarom noem ik het triest... Als het dat niet is, dan niets. En dat is triest. Maar dat is Oh, wel je bedoelt WhatsApp dat vriendschapding waar we het net over nee, nee, hadden. Nee, 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 oh. nee. Ik zeg, als het niet die vrouw die voor me zit die die visie kan invullen, ja. dan niets. Eerlijk gezegd. Um, dan hoeft het niet voor mij. Ik ben het helemaal met je eens en ik weet niet of het triest is. Misschien wil ik het daarom niet als triest zien, omdat ik er ook zo over denk. Mm -hmm. Ik vind namelijk echt niet dat je moet zetten. Zal ik je zeggen waarom het triest is. En dan ken ik jou niet en toch ga ik je erin meenemen. Weet je waarom het triest is, uh, Nadira? Omdat wij zoveel te bieden hebben. Exact. Maar precies daarom mag het ook zo zijn. dat iemand voldoet aan die visie. Want die visie is niet zomaar. Die visie is ook deels gebouwd. op wat wij weten dat wij kunnen bieden. Dus als ik dit kan bieden. waarom zou ik zettelen voor dit? En ik wil niet zeggen dat ik beter ben dan een ander. Mm. Maar. Of, of, je maar kent je waarde. Ik bedoel, ik weet je waarde. Ik weet wat ik, ik weet exactly. bring to the mm. table Aha. En ik wil. Ik heb ook mijn visie. En als iemand daar dan niet aan voldoet... ik ben niet zo zwart-wit. Want sommige dingen in mijn visie zijn niet zwart-wit. En uh, daar ben uh, ik flexibel ja, ja. in. Maar Doop. er zijn gewoon bepaalde dingen... Juist, die bepaalde gewoon exact die gewoon belangrijk zitten, ja. zijn. En, en dat verschilt per persoon. En ik vind het iedereen is goed recht. Sterker nog, ik vind het... Een van de meest belangrijke dingen dat je je daaraan vasthoudt. Want anders shuttle je constant voor de dingen die niet bij jou passen. Yes. En dan ga je nooit gelukkig zijn. Denk maar ik. Tegelijkertijd, en ik voel je, en ik ben het met je eens hoor. Uh, begrijp me niet verkeerd, ik ben het absoluut met We je maken eens. Maar ik maar, 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 ja, het met je eens. Dat is het. Dus ja. dat is het, maar tegelijkertijd. We zijn toch avontuurlijk? Waar is die avontuur? PJT kans. Waar je kansen neemt nee, je om, zo, om op je, je nee, bek nee, te nee, vallen. Nee, je neemt sowieso een kans. Je neemt 100% een kans. Want mm. jij weet toch in het begin niet of iemand echt voldoet aan die visie. Ja. Dus wanneer jij denkt. Je inschatting is: ik denk het, yeah. but you never know. En dat is wanneer je het risico neemt. En dat is wanneer het avontuur begint. Want dan ga je echt de tijd en energie in iemand steken. Right. En in dat proces kom je erachter. En dat is adventure, right? Uh, en yeah. dat is ook wanneer je ook moet beslissen hoeveel van je hart je erin gooit. Hoeveel geef je. Mm -hmm. En dat geven en nemen, het aanvoelen, dat. That's the adventure, that's the dance, denk ik dan. Zie je, je weet het, hè? Je weet het allemaal. Theorie zit goed, hoor Theoretisch weet ik het, in de praktijk moet ik het nog zien. Nee, maar goed, als je daaraan vast kan houden... want tegelijkertijd... en dan hoor je, ik ben meeste tegenstrijder... Hoe noem je dat? Ik ben vak. dat is wat ik probeer te zeggen. Ja, maar dat hoort erbij. En I know this. Maar dus terwijl ik zo ben, weet, ik ook eerlijk gezegd... van, maar soms moet je afwijken. Zoals jij flexibel bent in je visie. Je moet flexibel zijn om bepaalde dingen... Maar waarom je flexibel moet zijn, is omdat jouw visie niet per se exact hetzelfde hoeft te zijn als wat jij nodig hebt als persoon. Waarom? Jij bent ook flexibel als persoon. Dus jouw visie nu ja. gaat verschillen met jouw visie over twee maanden, over twee jaar, over twintig jaar. En als jij daar niet in meegroeit, dat je jouw visie met jouw groei aanpast, nee. ga jij heel veel mooie dingen mislopen. Vandaar is, dat ik zeg flexibel. Het is net een business. Exactly. Als jij niet aanpast in je business, Juist. ga je niet groeien. Dus jouw visie zal ook moeten, je moet moeten aanpassen. Groeien. Je moet jezelf blijven uitdagen. Ja, het, 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 het doel blijft hetzelfde. Ja. Alleen om daar te komen. Juist. Zie hoe verstandig we praten. I love it. En hoe niet verstandig we handelen. Nou ja, niet verstandig. Dat wil ik niet zeggen. Nee, 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 maar absoluut. Wanneer ga het, het gaat om je hart, dan is het. Dat is ook nog een Belangrijk, ding waar hè? ik echt mee zit. Hart, energie. Ja, maar ook. Is, aan is tijd. Aan de e tijd. Dat is ook een dingetje. Ja, tijd is ook een dingetje. Fok energent. niet met mijn tijd. Ja, dat, zie je, dat, is het. dat vind ik respect. Hè? Ja. Dat is echt. Als jij geen respect hebt dat mijn tijd veel waard is, want we leven kort. Je hebt maar zoveel toch? tijd. En we hebben allemaal zoveel mooie dingen die we willen doen in die ja. tijd. En als jij eigenlijk weet dat het het niet is, maar toch mijn tijd verdoet, of for whatever reason, ja. dat neem ik je wel kwalijk. Ja, oké. Okay. Maar aan de andere kant kan dat niet, want je bent er zelf bij. Je kiest er zelf voor. Dus je, je bent onderdeel ervan. Ja. <laughs> Moeilijk hè, dat ding wat ze liefde noemen. <laughs> en daarom kom ik altijd, elke aflevering hier bij elkaar met bijzondere je personen. Kaster. Als het ja, liefde niet zo complex was, daar hoefden we niet over te lullen uh, bijna Verker. twee uur lang. Ja. <laughs> dat is het verhaal eigenlijk. Maar wat ik dus wilde zeggen, want we hadden dus over de rolverdeling. Uh, traditioneel bij jou een beetje aangepast J jij ziet partnership erin ja partnership mm, bij mij die rolverdeling is ook niet traditioneel in de zin van wel traditioneel als ik kijk naar uh, hoe het bij mijn uh, uh, vader uh, uh, zit en als je het over koken hebt. ja ik ga koken ja tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat je kan koken ja uh, maar je gaat nooit aan to uh, koken toekomen want Echt ik nooit. ga koken nee een keertje natuurlijk een yeah, yeah. keertje, uh, zo nu en dan uh, maar ik zal voornamelijk ben ik degene die gaat koken? Ja, ik dat denk is dat veel vrouwen dat vrouwen heel zwaar. Dus vinden, denk ik. Dat ja. is gewoon het verhaal. Al, als je van lekker eten houden even ervan dat. En als je van lekker, lekker eten houdt, ja. dan is het helemaal een feest. Ja, heaven. Want, want ik ben mister... Pampelallie. Nee. Ja. Schoonmaken. Ja. Uh, wat niet gaat werken. Is als je ook nog moet schoonmaken. Nee, nee, nee. Ik hou van schoonmaken. Je hebt oogstdien. Ja, ja, het is zoiets. Lichtelijk. Nee, ik vind het belangrijk dat het schoon is. Ja. Het is zo erg, ik ga het met je delen. Dus als ik thuis ben, niemand is er. Mee-wang. Alleen ik. Ik drink, zet glas neer, dat glas stoort me. Mm. Dat glas stoort me. Ik zit mijn serie te kijken. Dat glas maar stoort omdat me. Omdat hij leeg is? Of? Nee, omdat hij daar is. Hij moet weg. Maar hoe leef je dan? En dan, dan loop ik, zet ik het weg. En, zo en dan heb je straks weer dorst. En nou, wat ga je doen? Dan ga doen? ik het weer halen. Dat <laughs> is wel weer goed voor je verbranding. Ah, ja, dat nou, <laughs> is goed dat, voor dat, dat is positief Dus positief. <laughs> nee, maar dus als, dus, als dus blijkt, en dat heb ik ermee gemaakt. Oh, wow, ja. Dat, nee, 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 nee. Ik maak nu een extreem voorbeeld. Ik verwacht dat niet van een vrouw. Maar wat ik, wat ik weet dat niet werkt, is als een vrouw niet slordig netjes is. Als ze slordig is. Ja, maar dat is dan een van jouw values. Dat gaat dat, niet werken. Ja, dat gaat niet werken. Waarom het gaat irriteren. Ja, ik, ik heb het al een keer meegemaakt. Het gaat irriteren, het gaat opbouwen. Tuurlijk gaat het opbouwen, tuurlijk. Uh, uh, het is dus echt belangrijk. Ik heb, ik heb ja. het gezien bij mijn ouders. Ik weet niet of ze het erg vinden dat ik dit zeg. Maar mijn ouders, die zijn twee geweldige mensen. Uh -huh. Maar ze zijn totaal verschillend. <laughs> Misschien woordelijk. daarom werkt het. En mijn moeder... <laughs> yeah. Als je een broodje maakt en er vallen kruimels, is het voor haar heel logisch dat je het gelijk opruimt. En mijn yeah. vader heeft altijd haast en is gefocust op werk. Maar dat is ding. een beetje Carrière een mannen ding. Maken. Ondanks ik hier aan het omschrijven ben hoe netjes ik ben, <laughs> zo zijn veel mannen. Ja, nou, ja. russies... Ze zien het niet eens, de, hè? Ze zien het niet eens. De, ik zal niet zeggen ruzie's, maar de discussies <laughs> ja, ja. om een paar kruimels. <laughs> ja, I get you. I totally get you. Okay. Maar dat is, ja, het is gewoon heel simpel. En daarom is het ook, denk ik, belangrijk om elkaar te leren kennen. Juist. Want um, ja, yes. mijn ouders die hebben dat niet gedaan. Dat was toen oh, ook een cultuurding. Cultuurdingen. Ja. Mijn moeder die moest trouwen als ze het huis uit wilde met ja, mijn ja, vader. Ja. En mijn vader die woonde in Suriname. En ze waren op slag verliefd geworden. En mijn vader is met haar getrouwd terwijl hij op vakantie was in Nederland. Oh. En um, mijn moeder is met hem meegegaan naar Suriname. Heel romantisch. Echt romantisch. kan het niet. Het, het, het... Je vader was het, wat? Super verliefd. En, en, en mijn vader was echt de happy bachelor, weet je. En oh, hij, vond, maar hij was zo verliefd op mijn moeder. Dus ja. hij dacht, dit is het, weet je. zo so, ja. Echt mooi. Maar uiteindelijk, ja, na een maand, twee maanden, na een jaar... op een gegeven moment leerden ze elkaar... Was echt kennen. En yes. toen kwamen ze erachter dat ze gewoon two opposites <laughs> waren. En toen was het shit. En toen ja. was ze zwanger van mij. En toen was het. Ja, ja, ja. Weet je, dus uiteindelijk. Nou ja, ze hebben... Want jij bent de oudste, hè? Ja, ik ben de oudste. Okay. En ze hebben het twintig jaar volgehouden. Dus dat is nogal knap. En um, toen zijn ze uit elkaar gegaan. Dus mijn ouders okay, zijn nu gescheiden. Dus ze zijn niet met die druk uh, van. Uh gemeenschapsdruk uh, bij elkaar gebleven? Nou ja, vrij, vrij lang. En dat is dan ook voornamelijk vanuit mijn moeder. Mm -hmm. Dat is ook wel bijzonder. Ik vind het natuurlijk is het een helde daad. Maar mijn moeder die, die kwam vanuit haar opvoeding... en haar, ja, eigenlijk alles wat zij heeft meegekregen vanuit de cultuur... is dat je blijft. Je blijft gewoon. Ja. Ook al werkt niet, je blijft. Ja, ja. En voornamelijk je blijft om de kinderen... En daarom zeg ik helderdaad, want dit wordt joetje. zeer gewaardeerd. Maar vanuit... Dus zij zet mijn, haar geluk op zij. En vanuit mijn perspectief is dat eigenlijk het slechtste wat je je kind kan leren. En dat is ook waar we het over hadden de kap. vol, mm -hmm. empty. Um, en ik denk dat het, dat bedoel ik ook met de, de spirituele groei die wij als mensheid hebben meegemaakt. Dat je er nu gewoon achter komt. Dat het... Um, dat het, dat, niet, dat, dat het niet is. Het gaat om geluk. En het gaat niet om wat je denkt dat je moet... volgens de regels van wie. Wie bepaalt de regels eigenlijk? Vul mm -hmm. my cup, please. Yes. Dank <laughs> je. Het maar, maar ik bewaar genoeg voor mezelf. Kijk. Want dat is de bedoeling, En Dat is de bedoeling, exact. Yes. Want dat is dus de fout. Op een gegeven moment na 20 jaar is je kop leeg. Ja. En iedereen weet dat. Je kinderen voelen het aan. Everybody knows. Je bent... You know, it just doesn't work. And... Goed, zij, dit is haar journey geweest en ik ben haar heel dankbaar. En ik ben vooral dankbaar dat ik ook nu weet hoe het niet moet. En, en je hebt ook zelf mogen meemaken uh, dat je ben, uh, in een relatie bent geweest die eigenlijk op was. Uh, uh, en zo zie je, dat zeg ja, ik. Daarom zei, jij, daarom zei jij, het is ook niet goed voor die kinderen om te zien. Exactly. Ja, daar ja. hadden we het al eerder over. Nee, maar precies. Maar dus ik kan het, maar het is alle een helderderheid. En ik kan het, is en het offer is een maken helder, voor de want kinderen. Want het is een, een offer maken. Alleen ja. ik zou het niemand aanraden nee. vanuit nu. En ik zou A, jouw moeder nu ook, ook niet, toch? Doen. Nee, precies. Juist. Juist. En dat is het mooie. zij heeft dus wel geleerd uiteindelijk. En uiteindelijk heeft zij ook gewoon een einde eraan gemaakt. Want toen, toen was het bij haar. Oké, okay, mijn kinderen zijn nog niet helemaal volwassen. Maar ik was toen 17, bijna 18. Dus ik ging er bijna het huis uit. Ja. Mijn broertje was nog. 11, 12, 13. Mm -hmm. Dus voor hem was het nog maar zij kon toen echt niet meer. Ja, ja, ja. ja, Weet ja. Je? En ik begre iedereen begreep het en um, natuurlijk heeft het zijn impact. Um, maar goed, ik, 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 vind het, ik, heb, ik vond het. Hoe zal ik het formuleren? Ik ben in ieder geval heel blij dat ik er nu naar kan kijken en dat ik de lessen eruit kan Juist. trekken. En dat zij ook gegroeid is nu. En, en, en dat we erover kunnen praten. Uh -huh. en, en dat in ieder geval dat, dat ik die fout niet meer ga maken. En ik weet dat de meeste mensen met kinderen gaan zeggen: Ja, je hebt makkelijk praten. En dat zal misschien wel, want ik weet niet hoe het is om kinderen te hebben. En uh -huh. dan voor zo'n keuze te moeten staan. Want je wil het liefst voor je kind. Want dat is ook een van de dingen. Als ik kinderen krijg, zou ik ook het liefst. Ik heb geen glazen bal, maar ik zou het wel inzetten dat ik. Alleen kinderen zou krijgen met iemand waarvan ik denk, je weet het niet, dat het staande blijft houden. Want je wil dat je kind niet aandoet. Dat het... Kort, weet je wat ik denk? Uh, 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 en dat is waarom er zijn twee mensen hier zonder kinderen en uh, uh, zonder relatie. Uh, maar wat, wat, wat ik denk, zo, zo kijkend hè, objectief. Dus we hadden het al eerder over: infatuation verdwijnt. Be na een bepaalde jaren verdwijnen sommige dingen. Ja. En ik denk dan altijd. Maar er moeten een paar funderingsdingen staande blijven, waardoor... Je verder kan. Ja. Niet, nee, maar verder kan klinkt alsof het moeite ja, is. nee, maar waardoor, waardoor het fijn is om verder dat, dat met elkaar te gaan. Dat weegt zwaarder van alles ja. van... En dan niet, uh, uh, je gaat gewoon niet uit elkaar, maar dat je zegt van... En toch kan ik me niet voorstellen dat ik leef zonder Nadira. Juist. ik kan me er niks bij voorstellen maakt niet uit hoe ik me op dit moment aan haar irriteer juist maar dat hoort erbij ik kan haar niet luchten op. ja hoort er ook maar bij. ik kan me niet voorstellen dat deze vrouw niet in mijn leven is juist ja. en dat is wat je en wilt hebben en dat is een echte relatie That's en it. ik denk dat dat ik noem dan nou altijd het voorbeeld omdat je want je, kom, je maakt vaak met elkaar mee als het goed is toch ja. uh, Verlief, en dan verdwijnt dat en dan zie je van Oh, kijk, kijk hoe haar mind werkt. Kijk hoe, kijk hoe business-service ze is. Misschien vind je dat fijn. Dan komen er misschien kinderen. En dan denk je van: wauw, kijk hoe ze is als moeder. Of kijk hoe hij is als vader. Yes. En dan komen de problemen. Zaan, kijk hoe het met problemen omgaat. Misschien zie je dat niet ter plekke. Maar yes. achteraf, wanneer je in bed ligt, denk je van: joh, drie jaar geleden toen. Kijk hoe hij met die saa. En dat soort dingen. Ja. Maak je dubbel en dwars. Maakt je echt verliefd. Ja, ik denk dat ook. En ik denk vooral en zo hoop ik sorry hoor ja? en zo hoop ik dat dus dat is mijn voorstelling van een ideale relatie dat in die 1 jaar, 10 jaar, 5 jaar, 20, 30, 40 jaar dat jullie met elkaar zijn dat er steeds dingen komen die magisch zijn. Ja. En jullie zijn beide 80 en ze doet iets ja. en je denkt wow. Ja. Ik zag vanmorgen was het een filmpje op Instagram van echt hele oude mensen. Ik denk 80 plus. En die man liep heel krom, bijna. Liep stapje voor stapje liep hij naar haar toe met zijn handen op zijn rug. In zijn handen had hij een kaartje. Maar dat kon ze dus niet zien. En hij zei. Will you be my valentine? En oh, dat... ze zei, do you have to ask? Zei ze zegt, I've been your valentine for ja. 42 years. Ik krijg, krijg notebook-vibes oh, van Het was dit. zo schattig om te zien. Zei, of course I'll be your valentine. Yeah. Dan gaf hij haar echt zo lief dat kaartje. Oh, you bought me a car? En jij helemaal smelten in je dingetje, ja, in je telefoon. Maar, maar uiteindelijk, kijk, daar gaat het. Dan Precies wat juist. jij zegt, het zijn die... Kleine momenten die gewoon die priceless dingen. zijn. En dat kan je ook niet van tevoren zien. Nee, 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 nee. Dus wij kunnen echt heel dus mooi visie? vanuit onze visie praten. juist. Yes, 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 yes. En, en die, het is een goede foundation om mee te beginnen. Ja. Maar at the end of the day, you know, het is echt, is die persoon voor jou en het is precies zoals jij het beschrijft. En, en, je, en eigenlijk is het, je moet het maar meemaken of dat zo is. Dat denk ik ook. Je ja. moet het gewoon meemaken. En if it doesn't work, it doesn't work. En if it works, too. then let's hope. The, that's je, that's you, life yeah. too. Weet je, en daarom zei, daarom zei ik, ik kijk altijd zo naar uh, momenten, uh, relaties die ik had gehad met vrouwen, uh, die ik heb gehad met vrouwen. Ik hoop dat ik er met de grimlach naar terug ga kijken en zij dat ook hetzelfde doet. Juist, ja. Yeah. Dus niet een moment op na, misschien zijn we nu boos op elkaar of zo, maar van je paar jaar later kijk je toch en denk van: oh maar, we hadden het wel mooi samen op een bepaald moment. Ja, tuurlijk. En daar ben ik dankbaar voor. Ja, ik denk dat je dat sowieso hebt. Je, je begint nergens aan, je belandt niet in een situatie als je geen. Mooie momenten delen, toch? Niet. <laughs> Jij niet. Jij uh, niet. En ik niet misschien. Uh, nou, maar sommige mensen me niet, stappen... Nee, somm, me niet, sommige worden. mensen uh, hebben zichzelf overtuigd dat ze in een relatie moeten zitten. Ja, oh, dat, dat heb, je ook. heb je ook. Ja. Begrijp je? Uh, ja, heb je ook. Maar it's all good. Ik weet ook niet hoe dat werkt. Precies, daarom zit ik hier elke aflevering weer over de liefde <laughs> te praten. Om erachter achter te proberen te komen. Uh, om dichtbij... Het begrip of het fenomeen liefde. Ja, maar dat is het. Het, begrip het, is, daarover. het is echt die misconceptie. En het ligt ook aan onze society en onze, onze, onze societal programming. Sorry dat ik het in het Engels zeg. Ik weet niet hoe ik het in het Nederlands moet zeggen. We praten Engels van tongen hier in Nederlands. Ja, dat is Loveline. Onze programmering van ja, we de andere. Nee, hun praten. Ik kan niks tevoorschijn over. Nee, <laughs> nee. Nee, dat is ook het programma. Of we worden voor lief. Ik ben wakker en ik zie: Jij bent al wakker, al twintig minuten. Mm -hmm. En je kijkt naar mij. En ik zeg: Schatje, is er iets aan de hand? Je zegt: Nee, am toch Zo, dat waren de drie dingen die ik ken. Ik ben op. Ja, en dat zou ik je ook nooit zeggen. Oké, niet nooit zeggen omdat ik gewoon geen Hindus spreek. spreken. Dus ja. ik heb meer in huis dan jij? Nou ja, ik weet wat dat betekent. <laughs> maar ik zal mezelf niet zo uiten. Ik zal gewoon zeggen: ik hoop. Nou. Oké, okay, let's get back to your English. Yes. Want je wilde iets uh, in het Engels zeggen? Ja, ik had het over. We zijn uh, het kwijt, hè, want ik klets. Uh, programmering vanuit de samenleving, waar ik het mm. al over had. Je begint met die Disney movies uh, oh. en hoe ja, ja, ja. je denkt dat het moet en hoe iedereen je vertelt dat het moet. Je en begint de met als muziek en ja, de mensen om je heen. de verwachtingen. <laughs> yes. en, en, en dat verschilt natuurlijk heel erg van, mm. aan de van waar je vandaan komt. En, maar wat ik wel zie, of en wat ik wel zie, is dat het gewoon niet constructief is en ook niet echt matcht met wat mijn idee is van liefde. Mm. En nu is er wel een hype, en ik hoop dat het meer dan een hype is. En I really Welke hope hype? it's here to stay: de self-love hype. Oh ja. Yeah. Omdat ik. Ook gewoon echt geloof dat. Ja, dit jij... gaat samen met. en Het past bij coronatijd. Zelfloof, mental health zijn dingen ja, inderdaad maar topics. Ik denk dus nu. dat dat corona dat heeft aangewakkerd bij heel veel mensen. En dus maar goed, hè? Is een goed Heel ding. goed. Ik heel ben goed. zo dankbaar. En daarom zeg ik, ik hoop niet dat het de hype is. Ik hoop dat nee. het here to stay en net is here to wake people up. Want precies wat jij zegt, ik, ik ken mensen die gewoon in een relatie stappen om in een relatie te kunnen zijn. Voor mij, ik ben geen expert, ik ben geen professional. Mm -hmm. Maar puur. Als het gewoon alleen puur dat is, dan zeg ik dat is a lack of self-love. Mm -hmm. Dan heb je geen idee wat jij zelf hebt. Mm -hmm. En ik geloof echt in het concept van liefde. Dat liefde er gewoon al is en dat je het niet hoeft te zoeken. Dat yeah. je hebt het al. Jij bent liefde. Dat geloof ik. En dat heb ik ervaren nu, mm -hmm. ook door de lockdown. Doordat ik gedwongen was om in mezelf te gaan en het bij mezelf te zoeken. Want ik kon het niet bij een ander zoeken. En op een gegeven moment na een tijdje realiseer je, waarom zoek ik het? It's here. En nu, wanneer iemand aan jou vraagt hoe gaat het met je... dan is jouw antwoord, ik ben blij met mezelf. Yeah. And I love that for you. Dat yeah. gun ik iedereen. Ja, ik ook. Ik gun het echt iedereen. En ik hoop oprecht dat iedereen dat kan vinden. Omdat ik ook echt geloof dat alles wat daarna of daaruit komt... that's mm. gonna be pure and, and, and in line mm. met wat jij wilt en verdient en alles. Ja. Omdat het moment dat je dat hebt gevonden in jezelf... Ga je niet settelen voor minder of wat niet past bij jou? Mm -hmm. Want het gaat niet om minder of meer, maar gewoon wat niet past bij jou. Want de een vindt bepaalde karaktereigenschappen belangrijker dan de ander. En ik ren weg bij bepaalde karaktereigenschappen en dat is prima. Dus het gaat erom dat jij zelf in alignment bent en zelf die liefde hebt. En dan daardoor trek je ook aan wat daarbij past. En en dat heb ik nu ontdekt. En dat geloof ik ook echt. En dat moet ik natuurlijk nog in de praktijk ervaren. Alleen ik heb wel al wat kleine voorproefjes gehad. Waarbij ik dus nu ook veel makkelijker nee kan zeggen. En veel makkelijker en sneller weet. Dit is het niet. Mm -hmm. Omdat ik gewoon weet. It's not in alignment with who I am. En waar ik voor sta en wie o ik ben. Nogmaals. Het heeft niks te maken met die mensen. Want het zijn geweldige mensen op zich. No, no, it's about you. It's about you. It's about you. En dat hoop ik. Dat veel mm -hmm. meer mensen dat gaan inzien. Heel random. Half uurtje zoenen. Half uurtje kroelen. Of half uurtje hand in hand wandelen. Half uurtje kroelen. Half uurtje kroelen. Ja. Oké. Ben jou? Moeilijk. Het is moeilijk. <slijeven inhale> moeilijk, maar dan moet je kiezen. Ja, jij hebt me ook laten kiezen, so, dus jij moet nu ook kiezen. Ja, <laughs> ja. Uh, 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 half uurtje zoenen. Toch wel? Oké. Okay. Ja, ik ja, oh, begrijp het. I was nee, close nee, there, nee, maar... nee, 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 nee. Want ik, ik twijfel tussen kroelen <laughs> ja. en uh, uh, half uurtje zoenen. Uh, but with the right person... Mm, en en, en ik, weg, ik hecht heel veel waarde aan zoenen. Ja. Dan moet ik het toch representen, man. Oké. Okay. Half uurtje zoenen. Love it. Yeah. Ja, 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 I love ja it. ik ben van het twijfelen, hoor. Want... ik was ook echt meer die kant op. Maar ik dacht, yeah, no? nee, toch wel. Ja, want als ik, toch moet als ik echt moet kiezen, zou ik eerder gaan voor kroelen. Omdat daar ook zoveel... Intimiteit in zit. Ja. Maar um, ja, natuurlijk. Sooner nothing beats that. Okay. <laughs> ik kan iets noemen dat beats it. Uh, maar nee, oh, maar, nee, nou nee, nee, ja, nee. Nee, niet nee, nee. nee niet. Maar ik zeg niet je eerlijk, niet sé. hoor. Nee, niet. niet, niet. Nee. Ik weet niet. We, hier kunnen we lang over praten. Nee, ja, maar niet. Uh, niet. Doen we ja. een andere keer. Uh, ik kan lang praten over zoenen. Ja. Ik kan lang zoenen, half uurtjes lang. Maar ik kan ook lang over praten en je precies vertellen waarom zoenen zo belangrijk is en uh, hoe. Gaan we niet doen vandaag. Maar wat ik me dan uh, wel afvraag als we het daarover hebben, uh, vind jij het belangrijk dat uh, dat jouw partner op hetzelfde gevoelsniveau zit? Ja, dat is een van de dingen die. Dus, maar wacht even, wacht even, wacht even. Wat bedoel je met gevoelsniveau? Als in liefde voor elkaar, als in of bedoel je qua Wat verstand jij waardoor jij zo enthousiast zei ja? Wat, wat verstond ik verstand was dat we op één niveau zijn qua, qua ja, gevoel. Ja, qua... Ja, ja, dat is het. Oké, okay, een... ja, nee, dat is even heel, vind ik heel belangrijk. En dat is moeilijk dat, te vinden, hoor. Het zit in mijn visie, maar dat kan je ook niet concreet maken. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, want bedoel? kijk, maar dat hebben vrouwen misschien eerder met elkaar. Vriendinnen, goede vriendinnen. Ja. Maar een partner vinden is ja. mooie prachtig. Ja. En waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat je elke dag... ...met Elkaar moet doorbrengen en hoe moeilijk is het als je elkaar niet voelt, niet aanvoelt? Like, ja, yeah. maar ik had het net over fundering: dingen die overeind blijven staan wanneer uh, verliefdheid weg is. Inventuatie ja. en de jaren gaan voorbij, en dat is een van die dingen wat ervoor gaat zorgen dat jullie potentieel voor life zijn. Juist, dat denk Want ik. Want we ook. hoeven eens te praten, ja. Exactly. We hoeven ineens te praten. Ik weet precies waar je naartoe wil, wat je wilt, wat je denkt, wat je voelt. We hoeven niet eens. Ja, en dat kost tijd en soms ook weer niet. Dus dat is heel <laughs> bijzonder. Ervan. Het, aan de ene kant kost het tijd, want je moet elkaar leren kennen. En je moet, you know, you need to get used to it. You need to get the feeling. En dat krijg je door zoveel mogelijk tijd met elkaar door te brengen. En aan de andere kant, soms heb je het instantly. Mm -hmm. Dus dat is ook echt heel mooi om. Uh, om, om te, ja dat het kan eigenlijk, maar inderdaad ik vind dat echt een van de belangrijkste dingen. En wat ik ook belangrijk vind is dat je, als we het even hebben over foundations, is ook dat je elkaar de ruimte geeft om jezelf, of dat die persoon zichzelf kan zijn en dat je zelf ook de ruimte neemt om jezelf te zijn en dat je zelf je eigen groeipad hebt los van die persoon. Je groeit samen, ja, ja. maar je respecteert en geef die persoon ook space om zijn eigen groeipad. en het mooiste ervan is als je ook echt kan genieten wanneer je ziet dat die persoon in zijn element groeit. dat is liefde, hè? dat is dat, is dat echt is is, liefde. dat is volgens mij echte liefde. en dat, dat hoeft is... niet altijd te zijn dat het jouw benefit, maar wanneer je ziet dat die nee, nee, persoon shine. nee, nee. Shined... We er gaan, het benefit jou uh, helemaal niet. Ja. sterker nog, sterker nog. indirect benefit het je wel, want check, als die persoon check wat ik je zeg met niet benefit. Ik, ik maakte de opmerking van: jij bent van mij een hart. Dat, 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 eigenlijk Ik wil je graag bij me hebben. En zo vaak mogelijk. Zo ja. erg geniet ik van jou. Ja. Maar nu wordt jouw droom waar. Ja. En omdat jouw droom waar wordt, heb ik minder tijd met jou. Ja. En wat is dan echt de liefde dat ik weet van: oh, maar zij wordt hier super gelukkig van. Ja, dus... En in, ik maak haar gelukkig, maar dit maakt haar. Ook heel gelukkig. Juist. Ik geniet hiervan. Ja. En dat is dus flexibel zijn in je visie. Ja. En die persoon de ruimte geven. En daarom heb ik het genoemd. Omdat Mooi. Ik echt het gevoel heb dat dat. Dus het staat ook het, ook. het zit ook in mijn visie. Staat ook op mijn lijst. En het is ook intangible. Want hoe geef je mm het -hmm. vorm? Dat, dat mm -hmm. moet vanzelf vorm krijgen. Juist. Ik, ik zou zelf. Natuurlijk spreek je ook vanuit wat jij een ander gunt. Dus ik zou mijn partner dat heel erg gunnen. Zo? En. Um, maar ik denk gewoon dat het echt underrated is. Qua be hoe belangrijk het is om een gezonde relatie te bouwen. Dat, dat als element. Omdat wij. Het belangrijkste in het leven, waarvoor zijn wij hier? Om te genieten van het leven en om gelukkig te zijn. Ja. En dat doe je met anderen. We zijn sociale wezens. Mm -hmm. Dus je gaat dat delen. Mm -hmm. Maar het kan, het kan niet ten koste gaan van iets anders. En daarom is het zo belangrijk. Je moet elkaar die ruimte geven om. To live your life. En, dus als je, en ik denk dat daarom is waarom jij dat zo uh, belangrijk vindt. Als, dus, uh, als jouw partner op hetzelfde uh, uh, gevoelsniveau uh, zit, dan, dan hoef je, je dat niet heel zelf. zwaar uit te leggen. Juist, exactly. dat is het. Hè? Ik begrijp het. We zitten op hetzelfde gevoelsniveau. Rustig, rem, rem, rem. rustig, rustig. <laughs> ja, nee, maar I love it. We zitten wel it. op één ja. lijn wat dit we betreft. Echt op een It's a beautiful thing. Yeah. En het wordt niet benoemd. Of tenminste niet vaak genoeg, vind ik. Want als men praat over liefde of over relaties, dan begin je gelijk, ja, je moet trouw zijn, je moet dit zijn. Ja, ja. Weet en je, het maar fysieke dit... gedeelte en dat wat ook belangrijk ja. is. Maar je, al die dingen, maar het gevoelsniveau. En daar moet je, daarom wilde ik het aankaarten. En je begreep me meteen. Ja. Uh, 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 want ik, ik, ik wil niet zeggen, ik vind het belangrijk. Want dat is echt, uh, dat, 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 dat is jouw geluk dan hoor. Als je iemand vindt die. Uh, want het is niet makkelijk. Want, is want, want er zijn heel veel andere redenen waarom jullie werken als je dan iemand vindt waarmee je op hetzelfde gevoelsniveau bent... Daarom maak ik het voorbeeld. Vaak is dat met vriendinnen. is makkelijker, toch? Ja. Uh, maar, maar, maar nu zijn jullie in team samen. Ja. Uh, jullie genieten van elkaar lichamelijk. Maar ook mental. En die mental zitten vooral... Uh, mocht het zo zijn dat jullie ook nog op hetzelfde gevoelsniveau zitten... Uh, Wauw, dan is dat niet te breken, denk ik zo. hoor. Tenminste... Denk ik ook. Het helpt bij een evaluation. for life type thing uh, exactly. te creëren. Ja. Yeah. Denk ik ook. Maar ik geloof ook echt dat daar ook de echte liefde in zit. Want tuurlijk, aantrekkingskracht, super belangrijk. Maar uiteindelijk worden we allemaal wel wat ouder en wat minder aantrekkelijk. En, mm -hmm. you know, it's all in the game. Maar waar gaat het dan uiteindelijk om? Um, weet je, ik behandel altijd een. Um, wat is dat ding? Wat is dat ding? <laughs> Zo gaat het niet, maar. Zo klinkt het nee, wel, inderdaad. Wat is dat ding? Wat is het eigenlijk? Isabsang, inderdaad, wat is het? Ik ga je what zeggen wat het is: is. is Alassi. Nee. Even kijken. Boom. Check. Hmm. Oké. Okay. <laughs> uh, ik behandel dan altijd een liefdesquote uh, die ik tevoorschijn haal, maar die hebben wij al behandeld. Eerder. En weet je wat dat was? Jealousie. Uh, uh, nee, nee, nee. Uh, een een liefdescode haal ik tevoorschijn uit de miljoenen codes die er bestaan. Maar hij kwam al organisch tevoorschijn, want we hadden het eerder erover. En toen zei ik, weet je wat ze zeggen? Liefde alleen is niet genoeg. Vertrouwen zijn de stenen en geduld is het cement. En ik vind het mooi eigenlijk waar we dan zijn gekomen uh, met dezelfde enthousiasme over uh, het gevoelsniveau. Ja. Wat de partner eventueel kan hebben, maar hoe dankbaar wij zouden zijn ja. als uh, onze toekomstige partner dat zou hebben, ja. is a beautiful thing. Zeker. Uh, hoe lang heb je niet zo over de liefde gesproken? Op dit niveau? Te uh, lang. Uh, ik vind het mooi hè? Best heerlijk. Want ik heb genoten van je namelijk. Oh, dankjewel. En ik je ook inzichten van en van wat je hebt gedeeld. Ik heb heel erg genoten van het gesprek en ik vond het leuk om. om, om Eigenlijk, ik had geen idee welke vragen je zou stellen. En Ik, ik heb het gevoel dat dat hey, heel. Ik ook niet. Ja, maar dat <laughs> maar is maar me that's me that's heel organisch gegaan. Ja, 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 en ja, ja. Dat, dat vond ik wel leuk. En je hebt me ook echt aan het denken gezet over dingen. En, um, ik vind het fijn. Ik vind het eigenlijk een heel leuk onderwerp om over te spreken. Ik heb er zelf. Ik schrijf best wel wat op Instagram en zo. En zelf heb ik me er niet vaak aan gewaagd, omdat. Ik zelf nog aan het ontdekken was. Juist. En ik ben, dat ben en ik aan nog het steeds. ontdekken. Ben. Dat ben ik precies, dat Juist. ben ik nog steeds. En, maar wat ik wel heb, is vaak. Rond Valentine's Day, of soms share ik een quote. Dat heeft vaak met love in general te maken. En ik krijg ja. zoveel vragen van mensen. En dan denk ik: well, Ik weet niet waarom jullie mij deze vragen stellen, maar ik I have no idea. Dan moet jij van die mooie, diepe quotes erop. <laughs> <I have no laughs> dan krijg idea. je dat Ja, maar dat is mijn journey. En dat wil niet zeggen dat ik alles weet. Nee, nee, nee. Maar ik merk wel dat het helpt om dingen te ontdekken door vragen te stellen en door erover te praten. Maar check. En dat is precies wat we hier doen in Gillies Love Line. En wat we vandaag hebben gedaan met z'n tweeën. Ja. Niemand hier aan tafel is een expert, maar tegelijkertijd zijn we wel experts. Want we hebben onze eigen ervaringen, gedachten, verlangen. Uh, en, en om dat zo openbaar, openbaar over te praten, ja, ik denk dat dat helpt. Ja. Iemand zit thuis en herkent dat, of heeft zich altijd afgevraagd hoe zit dat? Of die hoort dan van uh, weer het voorbeeld van... oh, negen jaar samen uit elkaar gewoon omdat het niet ging. Maar geen ruzie kan dat. Je hebt ja. sommige toxic mensen. <laughs> ja. En dat is geen oordeel. Maar mensen die toxic verhoudingen gewend zijn... oh, kan dat ook? Blijkbaar kan dat ook inderdaad dus. Ja. En vandaar die uh, dankbaarheid. Want dit is dus wat ik naar voren wil toveren. Met het doel in Gilly's Loveline... om steeds beter... De liefde te doorgronden. En ik denk dat we weer een stukje dichterbij zijn. Bij die duizend kilometer afstand die we nog te doen hebben, by the way. Maar we zijn een stukje dichterbij. Ja, ik vond het echt mooi. En dus even vanuit Toxicity, misschien voor de volgende keer. Ik vind dat heel interessant om ook te bespreken. Omdat ik wel echt... Als je over volgende keer praat, ga ik je weer uitnodigen ergens. Dat gebeurt ja, hier Ja, ik vind het leuk. Ja, maar dan moet je weer bij me komen. Dat ja, dan ook te bespreken. Omdat Weet je, je wat je eerst moet doen? Ga eerst even een toxic relatie aan en dan nee, nodig nee, je. Nee, 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 nee <laughs> dat gaan we niet doen. Maar gewoon Slechtste puur, advies ever. Puur, maar, uh, alsjeblieft, waste of time. Hallo, yeah. excuse me. Time, oh ja, time. Hey. Nee, I know time. Nee, I know, know I time. Ik had time voor ja, nee, 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 helemaal niet. Cheers. Nee, maar gewoon, wat ik wel echt um, denk dat... Nou ja, ik, het is belangrijk om jezelf af te vragen: uh, wie wil ik zijn? Eén, ah. wie ben ik? Twee, wie wil ik zijn? Mm. En dan heeft het ook gewoon geen zin. Wat belangrijk is, is wel dat je teruggaat in je verleden: dat je nagaat hoe komt het dat ik toxicity aantrek? Waar komt het vandaan? Waar ben ik aangetrokken? Is het iets van vroeger? Vaak is het iets van vroeger. Mm -hmm. En dan zit je in een patroon vast. Nou dan moet je eerst Toch? het patroon zien te herkennen en je daarvan losbreken. Heb ik gedaan? Mm -hmm. Door die tien maanden heb ik heel veel. Toxicity van mijn, van, mijn, van mijn verleden heb ik ontdekt. Want ik dacht, ik heb een super goede jeugd gehad, niks aan de hand. Heb ik ook gehad, alleen er zijn wel dingen die ik heb opgepikt in het, dat met mijn ouders. En, ja. en, en dat heb ik meegenomen. Ja, 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 ja. En dat heb ik meegenomen in mijn relaties. En hmm. ik wil dat niet verder meenemen in mijn toekomstige relaties, want dat ja. is niet wie ik ben ik, en niet wie ik wil zijn. Ja. En ik denk dat het dus, wat dat betreft, echt belangrijk is dat je jezelf die vragen stelt in plaats van dat je weer in je patroon valt. En, je hebt die power. Het is gewoon een keuze. We maken gewoon elke dag een keuze. Dus. Yes. Ja. Nadira, vind je een mooie vrouw, een mooi mens? Dank je wel. Uh, en, en ik wens, dank je wel. En ik wens uh, dat die flexibiliteit, want dat heb ik dan vandaag van jou geleerd. Je mag best flexibel zijn, ook in je visie. Ja, tuurlijk. Want ik ben zo in real life, in. Je uh, uh, lijkt uh, me heel flexie. Ja. Ja, ja, heel flexie, maar dan ook in. Uh, ik kan dingen ook heel serieus nemen, waaronder de liefde. Maar ik mag wat flexier zijn. Maar, maar nogmaals, flexie haalt serieus niet. Het sluit serieus niet. Nee, uit, to the, to the, to dus the. It's, it's a different thing. Dus ja, uh, yeah. het wordt nog wat met Mrs. Pompololi. <laughs> yeah. Oh, Willy. Really? <laughs> Hoezo? <laughs> wij, mensen schappen niet gewoon. Nee. Oh, je, ben, je bent er aan het claimen. Nee. Het was uh, gezellig. Het was heel leuk. Het was ja. heel leuk. Hé, uh, hey, check. Uh, uh, volg mij op uh, alle social media, um, social media kanalen. Want daar drop ik stellingen. Ik drop ook quotes en shit. En daar hebben we het dan over met uh, uh, My Loveliners. Uh, de mensen die geïnteresseerd zijn in wat wij hier doen. Add uh, Gilly nogmaals. En volg me op alle uh, social media kanalen. dus. En ook op YouTube. volg, 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 Ik herhaal het. Waar kunnen we meer van jou zien? Uh, ik denk het meest op Instagram. Nadira RR. Twee r'tjes erachter. Nadira RR. Ja. Leuke vrouw, ga checken. Hey, zoals ik ja. altijd zeg, te koop in Gilly's Love Line. Draag deze message uit met trots. If it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende date. Jij. Yeah. <laughs> de, de, de ik chef. kan niet met jou, boy. Hey, ik kan wel met jou, heel leuk. Holy shit.